Dames en heren, hartelijk welkom bij het Radio AFM en Altena TV verkiezingsdebat met onze lijsttrekkers. Nog 53 dagen en dan gaat de gemeente Altena van start. Vanavond gaan de politieke kopstukken van 6 politieke partijen met elkaar in debat. Hier vanuit het clubhuis van Golfpark Almkreek. Aan de luisteraars van Radio AFM kan ik melden dat u deze uitzending ook kunt volgen op Altena TV. Te zien op kanaal 40 van Ziggo of kanaal 1414 van KPN. En daarnaast kunt u dus ook meeluisteren op Radio AFM. En als u wilt meepraten, geldt ook voor u hier in de zaal. U kunt de hashtag gebruiken Altena Debat. Naast mij staat Piet Hartman en de afgelopen weken sprak hij al met deze politieke kopstukken, want zo noemen ze dat maar eventjes voor het gemak. De verkiezingsprogramma's die ken jij inmiddels uit je hoofd, Piet. Met je motto leef, lach en huil zal er vanavond goed aan toe gaan. Ik denk dat het geen moment saai wordt met jou. Nee, ik vrees u niet. Nee, hè? Dames en heren, uw debatleider Piet Hartman. Nou, ik ben gewoon hartstikke eerlijk natuurlijk. Ik heb geen verkiezingsprogramma gelezen. Ik stel alleen maar vragen die ze niet weten en waar ze op geen antwoord hebben. We moeten nadenken. Het nieuwe werken komt vanavond aan de orde. Het nieuwe denken dus ook. Hè. Naast mij staat Ruben Duiker. Want ja, als ik het moet doen, dan wordt het een chaos natuurlijk. Dan loopt het zwaar uit de hand. En hij is streng als het moet, maar meestal vriendelijk en oprecht. Dit debat leiden kan ik natuurlijk niet alleen. Daarom vind ik het een eer dat deze alleskunner van de tv mij wil helpen vanavond. Dames en heren, Ruben Duiker. Ah, dankjewel Piet. Het wordt tijd om onze lijsttrekkers voor te stellen. En ik wil voorstellen dat als je je naam hoort, dat je even gaat staan. Dan kunnen de mensen hier thuis, als ze het nog niet weten, zien wie je bent. En het thuis ook volgen natuurlijk. Als eerste Roland van Vught, lijsttrekker van het CDA. Van Vught is sinds 2009 statenlid en studeerde voorheen politicologie. Hij was 12 jaar raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Woudrichem. En sinds de jaren 90 heb ik begrepen dat hij ijvert voor het samengaan van de 3 Altena-gemeenten. Een logische keuze voor de CDA om deze promotor van de gemeentelijke fusie op de nummer 1 positie te zetten. Een van de bedenkers van de Altena-droom, CDA-lijsttrekker Roland van Vught. Ja, en de volgende is Paula Jorisma. Paula? Ja? Ik heb een mooi stukje tekst voor je gemaakt, Paula. Lijsttrekker van Progressief Altena. Jorisma is sinds 2014 wethouder voor de gemeente Woudrichem. En Progressief Altena is een krachtenbundeling tussen Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. En Paula Jorisma noemt de gemeentelijke fusie de kroon op haar werk. Ja, de partij heeft zich altijd bekommerd. We kijken hem nou streng aan. Nee, je denkt van wat gaat hij nou vertellen? Wat denk je, wat komt er nou? Nou, Progressief Altena en daarmee ook Paula Jorisma was altijd de groot voorstander voor het sluiten van de gemeentehuizen. Maar ja, toch zal het haar bedoeling ook zijn om vanaf 1 januari plaats te nemen in het gemeentehuis in Almkerk. De frisse wind komt uit Friesland en heet Paula Jorisma, lijsttrekker Progressief Altena. En de volgende die we voorstellen is Wijnand van der Hoeven, lijsttrekker voor ChristenUnie Altena. Van der Hoeven op dit moment part-time wethouder in de gemeente Aalburg en ook werkzaam als zelfstandig ondernemer in de logistiek. En van der Hoeven is groot muziekliefhebber, klopt hè? En hij zet zich persoonlijk in voor het behoud van de oude kerk van Aalburg. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de buurgemeenten. En ik heb begrepen dat je met een groene caravan rijdt door Altena. ChristenUnie lijsttrekker Wijnand van der Hoeven. Ja, dan Danny Bolton. Danny, lijsttrekker voor Jezus Leeft. Bolton uit Werkendam is een nieuwkomer in de gemeentepolitiek. En heeft zich aangesloten bij de partij van evangelist Joop van Ooyen. De partij waar de leefregels van Jezus gelden. Als dat maar goed afloopt. De partij deed ook in 2014 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Werkendam, maar wist geen zetel te bemachtigen. Hij was werkzaam in de onderwereld, maar zag het licht en ging naar de bovenwereld. Lijsttrekker Danny Bolton van Jezus Leeft. En dan Philip Daan, lijsttrekker voor Altena Lokaal. In de regio staat de naam bekend als Mr. Kozakkenboys.
waar hij onder andere speler en trainer is geweest. En de afgelopen jaren heeft hij bij veel verenigingen langs de lijn gestaan als trainer. Den Haan wordt door zijn partijgenoten dan ook een echte aanvoerder genoemd. Ik mis zijn band vanavond, maar goed. Hij staat bekend om zijn kritische blik op de gemeentelijke organisatie. Altena Lokaal, die is ontstaan uit Ideaalburg, gemeentebelangen en lokaal belang, die voor de fusie nog los van elkaar opereerden. Allemaal naar de topsporthal bij de Tol, beweert Philip Den Haan. Hij is de lijsttrekker van Altena Lokaal. Ja, tot slot Pim Bouwman, lijsttrekker VVD Altena. Pim is op dit moment wethouder in de gemeente Aalburg namens de partij Belangen Aalburgse Burgers. Kortweg BAP. Maar met de gemeentelijke fusie in aantocht houdt die partij op te bestaan. Heel verstandig. En heeft Bouwman zich aangesloten bij de VVD. Hij heeft aangegeven dat hij VVD'er in hart en nieren is. Nooit van gehoord. De VVD is op dit moment vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Aalburg. Dat wel. En Woudrichem, Werkendam niet. Nou ja, de gemeenteraad van Werkendam kent al jaren geen VVD-fractie meer. Er wonen genoeg VVD'ers toch? Denk ik zo. Pim Bouwman veroorzaakte met de tuintegeltax een aardverschuiving. Pim Bouwman, VVD-lijsttrekker. Ja, en nogmaals welkom allemaal. De SGP die slaat vanavond dit debat over vanwege Dankdag voor Gewas en Arbeid. En ook burgerstem Altena die heeft te kennen gegeven niet aan dit debat mee te willen doen. Maar de lijsttrekkers die er wel zijn, die worden nu eerst door Piet kritisch aan de tand gevoeld. Dit is de opwarmronde. Ja, dit is 21 november, noem ik dan de Vrede van Altena. Die wordt dan getekend. Historisch moment, dames en heren. We gaan op naar het duizendjarig vrederijk waar er nooit oorlog meer zal zijn. Goed, ja, Philip, kijk je even op. Heb je iets met geschiedenis? Alles. Oké, goed. Ik ga naar Roland van Vught, de lijsttrekker. Roland, jij bent de bedenker van de droom, onder andere met Aart Hak, Jan Timmer, wie nog meer? Wie zat er nog meer bij? Hans Straver. Ja, Broek. Kennedy van Aalburg zat erbij, hè? Ook Broek. 30 jaar geleden, het is er uiteindelijk toch van gekomen. Ja? Ja, kijk, wordt het nu een nachtmerrie of wordt het een succes? Wat denk je? Het wordt een succes. Ja, maar leg uit, hoezo dan? Waarom? Hoe? Omdat Altena alles in zich heeft om er een succes van te maken. En dat hangt dus erg van ons allemaal af. Inwoners, ondernemers, bestuurders. En wij kunnen daar een groot succes van maken als we dat willen. En heb jij vertrouwen in de bestuurders? Ik heb heel veel vertrouwen in... Zeg maar ja. Ook in de bestuurders. Maar ik heb ook heel veel vertrouwen in de samenleving van ondernemers, van inwoners. Er zit heel veel creatief talent in deze regio. Waar we trots op mogen zijn, dus kunnen we er iets moois van maken. Ja, oké, maar het valt me wel op dat veel raadsleden die nu in de gemeenteraden zitten nog ook overgaan naar een nieuwe Altena. Dan denk ik van, oude wijn in nieuwe zakken, wordt dat wat? Wat denk je? Zeg maar ja. Het wordt zeker... Je kan moeilijk nee zeggen natuurlijk. Het wordt zeker wat. En kijk, dan kun je geen coalitie sluiten. We komen in een heel nieuwe setting. De oude gemeentegrenzen vallen weg. Het gaat straks om 21 dorpen. Dus ook raadsleden moeten anders, denk ik, naar de thematiek kijken. Dus ik denk dat de weg open ligt om er echt iets moois van te maken. Applaus voor Roland. Ja, ik kom bij Paula Jorisma. Paula, ik heb een quizvraag voor jou. Wie was de eerste vrouwelijke student in Nederland? Ik heb echt geen idee. Ik weet wel dat Aletta Jacobs... in Groningen natuurlijk, als eerste afstuderen. Of ze de eerste vrouwelijke student was, nou ja, niet waarom zeker. Weet ik. Ik was afgelopen zaterdag in Groningen. Ik liep tegen het standbeeld van Aletta Jacobs aan. Toen dacht ik, dit is een vrouw. Dit is echt een vraag voor Paula. Ja? Aletta, arts, hè? Ja. Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke student in Nederland. En nu hebben we 20% vrouwen in de raad. Nou, dat is toch vooruitgang. Hartstikke mooi. Maar er kunnen of nog meer bij, hè? Je wilt er nog meer in? Tuurlijk. Mannen moeten eigenlijk geen stemrecht krijgen. Nee, dat is onzin. Dan moeten we mee stoppen. Nee, die mannen bakken er niks van. Nee hoor, nee. Vrouwen wel. Nee. Ik ben nu de enige vrouwelijke bestuurder in Altena en het is heel goed samenwerken met mijn mannelijke collega's. Uitstekend. Ja?
Ja, ja, maar ja. Een beetje meer diversiteit zou goed zijn in het nieuwe Altena, maar er valt prima mee. Je moet ook een coalitie vormen, dus je kan je mannelijke collega's niet afvallen. Ik snap het allemaal wel natuurlijk. Ja, maar er is ook helemaal geen reden voor hoor. Nee, toch niet? Oké. Nee. Ik heb nog even een andere vraag aan jou. Dat zei ik net tegen Roland ook, van veel raadsleden die op dit moment in de raad zitten, die gaan over de nieuwe gemeente Altena. Moeten raadsleden nu een opleiding gaan krijgen? Volgens minister Ollongren, Binnenlandse Zaken, is dat gewoon nodig. Raadsleden moeten upgraden. Ze moeten een opleiding gaan volgen om bij te blijven. Wat vind je ervan? Nou, ik denk dat het een heel mooi moment is. En er gaan inderdaad veel raadsleden mee naar de gemeente Altena. En dat is logisch, want dat is een uitdaging. En hoe goed is het dan om met z'n allen ook iets meer nog te leren? Dat is voor iedereen goed. Dus ook voor raadsleden. Ook voor bestuurders trouwens. Dus uitstekend moment. Ja, dus jij gaat pleiten voor een opleiding alle raadsleden op cursus? Nou, alle raadsleden. Maar voor de bestuurders van Altena is dat ook heel zinnig. Oké, dankjewel. Paul Jorisma. Ja, Danny, ik heb een lastige vraag voor jou bedacht. Ik zat vanmiddag aan tafel en dacht van, nou, goed, Danny Bolten van Jezus leeft. Toen dacht ik van, ja, Jezus wordt een vredevorst genoemd, hè? Ja, absoluut, hè? Hoe kun je Mohammed nou noemen? Een vredevorst of een generaal? Geen van beide, denk ik. Je durft geen antwoord te geven. Je laat het in het midden. Ik kan het in het midden laten, maar er valt geen zinnig antwoord op te geven, want er is geen vergelijking met hem, geen enkele. Nee? Dus ik vergelijk hem niet. Nee, het is geen vredevorst. Dat denk ik niet, nee. Dan zijn we er toch uit. Okay. Andere vraag voor jou, een iets makkelijkere vraag denk ik van, ik las dat onze voorbeeldgemeente Molenwaard, hè? Dat is toch een voorbeeldgemeente voor Nieuwe Altena. Die heeft besloten om de wijkteams op de fiets naar de burgers te sturen. Inkoppertje voor jou, hè? Ik vind het een goede zaak. Moeten we hier ook doen. Ga je dat bevorderen als je in de raad komt? Ik ga zelf het voorbeeld geven. Ja, zelf het voorbeeld geven. En dan wel zonder elektrische fietsen, want ook elektrische fiets is vervuilend. Op de racefiets ga je naar de burgers. Ja. Dan ga je luisteren aan de keukentafel, net als CDA, en dan... We gaan samen. Jullie gaan samen, jullie gaan ook een coalitie vormen. Dankjewel, Danny. Dan kom ik bij Wijnand van Roeven terecht, van lijsttrekker ChristenUnie. Wijnand, alsjeblieft, even de microfoon. Hoe is het met je caravan? Is hij al ingestort? Nou, ik kom hem overal tegen. In de Biesel kom ik tegen. Het Aalburgse kerkje. Ik denk, god, wat. Slim, hè? Ja, slim. Hoeveel stemmen heeft het al opgeleverd? Dat weet ik niet. Maar het is ook gewoon een handig apparaat. Want daar liggen gewoon alle campagnespullen in. Dus als we ergens op de markt staan, hebben we gewoon alles bij ons. Dus het is een logistieke oplossing. Met een visitekaartje eraan. Dus, ja, ik vind het al een mooie reclame. Ja, ik zag dat VVD inmiddels ook een caravan heeft. Dus goed voorbeeld doet goed. Is hij nou groen of niet van jullie? Die van ons is blauw. Dus als je waarom dan nou niet groen? Jullie zijn toch een groene partij? Ja, dit is onze kleur. Dus Okay. Hemelsblauw. Hemelsblauw. Hemelsgroen. Toch even een vraag aan jou over de arbeidsmigranten, hè, in Altena. Dat is een hot item. Opstand in Aalburg. Ik begrijp intussen ook opstand in Rijzik. Want een of ander complex of woonhuis is omgetoverd tot een migrantenhotel. Opstand van de burgers. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er nou op dit moment in Altena? Weet je dat? Tussen de 600 en de 1000. Zo weinig? Ik dacht veel meer. Als jij het beter weet, dan hoor ik het graag. Maar dat is mijn inschatting. Ja, 600 en 1000. En dat gaat nog oplopen, waarschijnlijk. Dat hangt van de economie af, dat hangt van wat ondernemers doen of die hier blijven. Dat hangt ook van de buurgemeente af, dus ik sluit niks uit in die zin. Het zou best wel nog toe kunnen nemen. Nou, hebben jullie een pilot bedacht om die arbeidsmigranten goed te huisvesten? Vertel even, wat is precies die pilot? Wat betekent dat? Elke gemeente mag op 3 plaatsen het beleid dat we nu tijdelijk hebben vastgesteld proberen. En dan leren wij daarvan of dat ook dan bruikbaar is in de nieuwe gemeente voor langere termijn beleid. Ja, maar dat vind ik wel eens een vaag antwoord. Nee. Ik ben benaderd door Jan Thijs de Feiter van PT Creations. Hè. Wat moet ik nou met... Die heeft gewoon 100 arbeidsmigranten nodig op dit moment. Morgen misschien wel. Die heeft tegen mij gezegd, ik wil 10 units op mijn eigen terrein inzetten om arbeidsmigranten te huisvesten. Ja of nee? Ik denk dat dat in de pilot kan. Dus de aanvraag ligt er en die wordt op dit moment beoordeeld. En ik denk dat dat gaat lukken. Dus bedrijven mogen op eigen terrein units neerzetten om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat mocht al.
Alleen het aantal wat ze nu willen is meer dan dat oorspronkelijk mocht. Nou, en dat past in die pilot om te zeggen, nou, laat maar zien dat je dat dan met 40 mensen op je eigen trein ook kan. Oké, opgelost, dankjewel. Ik geef even Philip Den aan, Altena lokaal. Philip, je hebt ooit eens een keer met 20-1 verloren. Ja, dat was niet met voetbal. Nee, dat ging over die hal toch, de crosser in Werkendam. Ja. Iedereen wilde hem opknappen, behalve jij. Jij dacht al, nee, jij had een droom toen, hè? Ja. Niemand droomt in Werkendam, jij wel. Je had een droom van een mooie hal aan de Tol. Ja, die heb ik nog steeds. Voor onze de volleybaldames bijvoorbeeld. Nou ja, voor alles. Basketbal, voor alles. Dammen. Ja, wat je wil. Ja, als je in een grote zaal wil dammen, dan kan dat ook. Maar dat kan toch ook? Ik denk niet dat dat het juiste voorbeeld is, maar het zou kunnen, Piet. Zou kunnen. En die droom heb je, die droom heb ik nog op steeds. Op tafel leggen in de nieuwe gemeente Altena? Die droom die heb ik nog steeds. En zeker als het gaat, als we straks ook weer naar de accommodaties moeten kijken. En ik had dat al en dat was redelijk onderscheidend volgens mij, 20-1. Dat is niet echt veel gebeurd. Nou ja, mijn huidige partij Altena Lokaal wilde een onderscheidende aanvoerder hebben. En die hebben ze erin gekozen. Dus ja, dan, ik blijf daar zeker voor vechten. Ja. Dat soort accommodaties, ja, dat zou parels zijn voor Altena. Dat zou ook verbindend zijn, hè, denk ik. Ja, sport is sowieso verbindend. Sport dus, verbindt. Ja. Ja, op elk vlak. Dus dan gaat Achilles voetballen tegen Kozakken Boys in de topsporthal. Nou, dat is zaalvoetbal, Piet. Dat is wat... Ja, dat kan toch ook? Nee, maar dat is wat in Amsterdam gebeurt. Hè. Dat doen ze in een dak boven het stadion en dat noemen ze dan een stadion. Maar dat noem ik een sporthal. Maar dat komt meer omdat ik voor Feyenoord ben. Maar dat snap je. Ja, nee, dat snap ik niet. Nog een serieuze vraag even aan jou. Noem dit maar niet serieus. Nee, dat vond ik niet zo serieus. Oh. Je moet het daar gewoon uitvoeren natuurlijk. Dat klopt helemaal. Maar goed. Wie energie neutraal wil bouwen in de nieuwe gemeente Altena, die moet 10% korting krijgen op de grondprijs. Zo. Ja. In Waalwijk doen ze dat ook, hè? Ja. Nou ja, waarom doen wij dat niet dan? Nou ja, dat zijn nou net van die zaken waar wij dus met z'n allen straks naar moeten kijken. We hebben er al een redelijk beeld van wat er op ons afkomt. Maar het is zo'n complex onderwerp. Dat hebben we twee weken geleden ook gezien bij de Altenatuur in het Altena College. Er denken heel veel mensen die denken verschillend over dat energievraagstuk. En ik denk dat dat echt een punt is wat we de komende tijd echt met elkaar moeten gaan bespreken. Ja. En daar samen werk van maken. Dus we gaan niet meer praten over losse stoeptegels, maar nee, dat zou, energie neutraal bouwen. Nou, dat zou wel is onze voorkeur, ja. Dankjewel. Pim of Mia, Philip Den Haan. Pim Bouwman, lijsttrekker Pim, ik heb toch ook een quizvraag voor jou. Is goed. Ja? Je Amercentrale, die ken je wel, hè? Daar rij je wel eens langs, denk ik, hè? Ja, die maakt mooie wolken. Hoeveel miljoen ton CO2 stoten die Amercentrale in zijn goede tijd uit? Een hoop. Per jaar? Heel veel. Heel veel? Ja. Oké. Zal ik jou vertellen? Ja, is goed, Piet. 5,6 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een hoop CO2. Dat is een hoop koeien. Dus jij gaat vanaf nu groene stappen zetten? Daar zijn we al mee bezig, Piet. Oké. De VVD wil een kerncentrale. Kerncentrale in Altena? Of toch liever ergens anders? Nou, ik denk als die ergens moet komen, dan is de vraag of hier Altena geschikt is voor een kerncentrale. Ja. Of daar het gebied zich voor leent. Ik denk dat er beter aangewezen plekken zijn in de wereld waar je een kerncentrale kan oprichten dan in Altena. Oké. Er is wel sprake van een mestverwerker in Meeuwen. Ja, nog niet, hè? Ja, nog de niet. College van BNW van Aalburg wil een mestverwerker in Meeuwen bouwen. Nou, las ik van de week in de krant dat er volgens het college is er een mestoverschot in Aalburg. Maar volgens de tegenstanders, sorry, van dit project, is er een mesttekort. En minister Carola Schouten die wil juist naar kringlooplandbouw. Dus dan hoef je geen mestverwerker toch meer te bouwen. Ja, snap je mijn redenatie? Ik snap de redenatie, maar het gaat niet helemaal op natuurlijk. Hè? Want hoezo? We moeten denk ik iets breder kijken dan Aalburg. Ja? We moeten ook iets breder kijken dan Altena. Er is in Nederland gewoon een mestoverschot. En daar moeten we iets mee. En totdat die kringlooplandbouw een feit is, is dat mestoverschot een feit. En moet je daar op een duurzame manier mee oplossen. En zo'n verwerker die kan dat bereiken. Ja, dan gaan we dus mest vanuit de Peel naar Meeuwen brengen. Dat is altijd nog beter dan die mest doorrijden naar de tulpenvelden verderop in Nederland. Dus jij bent nog steeds voorstander? Ja. Jammer. Dankjewel, Pim Bouwman. Nou, de toon is gezet. Zometeen beginnen we met het lijsttrekkersdebat echt 1-1. Maar voor het zover is kijken we eerst naar een video. Want wat verwachten de inwoners van Altena eigenlijk van hun nieuwe gemeente straks?
één gemeente Altena. Wat gaat het ons brengen, denkt u? Ja, ik hoop een heel veel harmonie. Dat er niet heel veel gesteggel zal zijn. Dus dat hoop ik. Ja, het wordt een grote gemeente, meer weet ik niet. Dus, Als het werkelijk een fusie is die voordelen geeft, dan hoop ik dat. Nou, het zal niet veel veranderen, denk ik. Alleen als je in de gemeente gaat, moet je wat verder. Ja. Dan moeten we naar Almekerk. En dat is een beetje lastig misschien. Voor ons leeftijd, dan wordt het soms wat moeilijker. Daar stopt het en daar gaat het weer niet verder. Dan denk ik van, ja, leg dat fietspad verder voor de kinderen. Wat gaat de gemeente Altena ons brengen, denkt u? Nou, ik denk voor het dorp Dussen niet zoveel. Nee, want wij hangen er altijd maar aan. Ja, in de zorg zal ik graag wel wat verbetering zien. En er zijn wel meer instanties waar ik toch wel wat verbetering in verwacht. Dat er in alle gemeentes evenveel gestrooid gaat worden in de winter. Wat gaat de gemeente Altena ons brengen, denkt u? Ik hoop wat meer expertise. Ja, ik hoop inderdaad dat het allemaal wat makkelijker wordt. Daadkracht. Nou, ik denk dat het wel goed gaat, denk ik. Ik ben daar wel positief. En ik verwacht helaas wel wat meer bureaucratie, maar daar rond kom je niet aan. Ik vind het jammer dat het één gemeente wordt nu. Maar ja, niks over te zeggen. Het zal me eigenlijk een worst wezen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat kan dus altijd leren wat er van terecht komt. Voor mij hoeft het niet, maar ja, oké. Okay. Ik vind het wel jammer, we komen zelf uit werken dan dat het gemeentehuis ook weer weggaat. Lastiger voor de oudere mensen ook, die moeten dan ook weer naar Almekerk toe. Als die markt maar omhoog gaat hier, want het gaat alleen maar achteruit en dat is niet de bedoeling. Ja, meer bestellingen. Ja, meer bestellingen. Nou, ik hoop toch een beetje de christelijke richting, dat in ieder geval toch een beetje blijft. Als de christelijke partijen de overhand hebben, zoals het vaak is, dan denk ik niet dat er veel perspectief in de toekomst zit. Als ik zo de geschiedenis bekijk, dan gaat dat toch niet werken. Ik laat het over me heen komen. Ik heb geen flauw idee. De gemeente is nou goed, dus wat het nou gaat veranderen, zou het ook wel goed worden. Ik ben heel betrokken bij de gemeente, zoals je hoort. Genoeg werk aan de winkel, dat denk ik nog. We gaan zo meteen beginnen met het 1-op-1 debat, maar eerst de regels. Ik richt me eventjes tot jullie, want we zijn in een mooie gemeente, dus we gaan ook op een mooie manier met elkaar om. Respectvol. In het debat laat je opponent uitpraten en toespelingen of verwijzingen die niet ter zake doen, die laten we gewoon vanavond achterwegen. Dus richt je op het onderwerp en richt je pijlen op de argumenten die je hoort en niet op de boodschapper. Dat wil ik ook nog zeggen. Onderbouw je argumenten en laat je niet verleiden om alleen standpunten of meningen te vertellen. Let op taalgebruik. Deze uitzending is dus live op televisie, maar wordt ook herhaald. Hè? Dus ja, je weet nooit waar je ermee geconfronteerd kan worden. En dit zijn de regels. En mensen thuis of in de zaal die kunnen meepraten via de social media hashtag AltenaDebat. Doe dat vooral. Kunnen we verderop in deze uitzending ook die tweets tonen en behandelen. Goed, ik denk dat we genoeg gepraat hebben, toch? Ja, wij dan. Jullie niet. We gaan beginnen met het Radio AFM en Altena TV lijsttrekkersdebat. Voor het eerste debat nodig ik uit Roland van Vught namens het CDA en Philip Daan van Altena Lokaal. Dit is de eerste ronde. Ga lekker achter de tafel staan. Pak de microfoon, Roland. En dan kun je je richten tot Roland. En Roland, tot Philip. Nee, de eerste stelling heb ik voor deze twee heren verzonnen. De politiek moet het goede voorbeeld geven aan de ambtenaren. Geen geneuzel meer over losse stoeptegels en scheve lantaarnpalen. Innovatie en daadkracht, Philip. Park Veldzicht als voorbeeld bijvoorbeeld. Dat vind ik nou een mooi voorbeeld. Het nieuwe werken. Wie geef ik het woord? Roland, jij als de man van de Altena-droom, begin jij nou eens. Ja. Nou, ik ben het eens met de stelling. Bestuurders moeten altijd het goede voorbeeld geven. En als een bestuurder het goede voorbeeld geeft, heb je kans dat de ambtelijke organisatie... Oké. Heb je kans dat de ambtelijke organisatie meegaat in de richting van inderdaad creatief denken, meedenken... Omdenken, dat is heel belangrijk. Ja, dus de politiek moet voorbeeld geven aan de ambtenaren en niet omgekeerd. Ik vind maar dan wordt het niks. Nee, de politiek is gekozen en de politiek heeft de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. En onder politiek versta ik dan
De gemeenteraad en de wethouders. Ja, de gemeenteraad en het college van BNW. Ja. Ja. Die gaan sturen in de nieuwe gemeente. Nou, sterker nog, die moeten sturen, want dat is gewoon een taak. En als ze niet sturen, wat doe je dan? Als ze niet sturen, dan heb je... Jij als lijsttrekker. Ja, kijk, als je verkiesbaar stelt, dan moet je sturen. Dus het is geen vraag, er moet gewoon gestuurd worden. En er moet ook het goede voorbeeld gegeven worden. Dat is heel belangrijk. Philip. Nou, we hadden in de voorbespreking al zoiets van, ja, ik moet onderscheidend zijn. Maar ik ben het voor het grootste gedeelte, ben ik het met hem eens. Ja? Ik vind wel, als je dus de stelling dat de politiek het voorbeeld moet zijn, ja, die deel ik voor een gedeelte. Maar ik vind ook wel dat bestuurders ook zelf vanuit hun motivatie als ze bestuurder willen zijn, dat ze ook wel dat voorbeeld zelf ook moeten zijn. En wij hebben als volksvertegenwoordiger hebben een controlerende functie. En helaas heb ik de afgelopen tijd wat te vaak moeten constateren dat op het moment dat er de antwoorden komen vanuit bijvoorbeeld bestuurders, dat je denkt van, oh, ik moet eens even achter mijn oren krabben, maar volgens mij klopt dit nu niet. En ik denk dat we in de toekomst er naartoe moeten, dat we dat wat vaker moeten gaan doen. Dus die informatie moet duidelijker uitgewisseld worden. En dan kun je ook het voorbeeld geven, want heel veel mensen die hebben het nu over, ja, ik ben bij de gemeente geweest. Ja, en wat is dan de gemeente? Is dat ook de politiek? Zijn dat de politieke partijen? Ben ik dat als volksvertegenwoordiger? Nou ja, en daar bestaat een misverstand over. Dus aan ons de taak om dat in de toekomst, in de nabije toekomst, heel goed uit te leggen. Nou, ik moet dan denken aan een uitspraak van burgemeester Fons Naterop van Aalburg. Die zei op een gegeven moment van de ambtenaren zijn het grootste probleem voor de nieuwe gemeente Altena. En waarom? Omdat ze toch geneigd zijn op de oude voet voor te gaan. Nieuwe werk, hè? Ja, ik wat vind jij ervan? Ik denk dat een aantal... er komt nu ook een stukje vernieuwing. Hè. De gemeente wordt groter. Er komen ook andere mensen binnen het gemeentehuis. En ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook de taak van een ambtenaar, om zeg maar te dienen. En als je vanuit die opvatting elke dag aan de slag gaat en ook bereid bent om naar mensen toe te gaan, om te luisteren wat er speelt, om ook te gaan kijken als er iets speelt, dan kom je af van dat papier. Hè, want de werkelijkheid op papier is vaak heel makkelijk, maar de praktijk is soms weer barstig. Ik vind ook dat bestuurders moeten stimuleren dat ambtenaren ook in het veld gaan kijken wat er aan de hand is. Ik heb zelf ervaren dat dat heel nuttig is. Ook als bestuurder trouwens, ook als volksvertegenwoordiger, moet je gewoon de boer op gaan. Je moet uit het gemeentehuis gaan en kijken wat er in de samenleving aan de hand is. Ja. En die zaken die je aan kan pakken, oplossen. Ik denk even aan een groot artikel in Trouw begin dit jaar, dat raadsleden goed zijn in stellen van vragen tijdens de raadsvergadering. Ze willen allemaal iets vertellen, een podium hebben, scoren en zo, maar dat ze niet zo goed zijn in het besef wat er in een achterveld gebeurt. Veel raadsleden die weten niet eens wat er in hun eigen dorp gebeurt. Nou, dat is wel jammer. Wat vind je? Nou, dat is wel jammer, want ik heb inmiddels wel... Jij wel? Nou ja, ik heb inmiddels wel... Jij wandelt elke dag naar Werkendam? Nee, ik loop niet elke dag in Werkendam, maar ik loop wel in Werkendam. En ik loop ook in andere gemeentes. En dat zullen ongetwijfeld al mijn collega-raadsleden ook doen. En als je dan ergens loopt, dan word je aangesproken van, jij zit toch in de raad? Dan krijg je een casus voor. En nou, dan ga je dat onderzoeken. En als je dan dat onderzoekt, dan kom ik de laatste tijd te vaak tegen dat ik te veel moet zoeken naar de juiste antwoorden. Of dat ik antwoorden krijg die op dat moment, voor mij in ieder geval, aan kritiek onderhevig zijn. Hè? Dat ik denk, hé, mijn oude vak, hè, vanuit de recherche, inlichtingenwerk, dat ik denk van, ik moet er helaas te veel achter zitten of dat het nu daadwerkelijk klopt. Ja. Ik weet wel, Piet, en dat is wel duidelijk. We hebben aan de vooravond van deze nieuwe gemeente hebben we met elkaar afgesproken. Dus ook het ambtenarenapparaat om er voor vol in te gaan. En dat moet wel de start zijn, want anders zouden we heel erg zwaarmoedig de fusie ingaan. Ik vind wel dat we met elkaar er scherp op moeten zijn. En dat wij hebben als raad daar straks een controlerende functie. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ik spreek even voor mijn eigen partij. Wij hebben op onze posters per kandidaat raadslid ons 06-nummer gezet. Dat is een bewuste keus. Omdat wij vinden als partij dat een volksvertegenwoordiger, een raadslid, moet bereikbaar zijn, makkelijk bereikbaar zijn voor de mensen, of ze nou in Hank wonen of in Dussen of in Wijk en Aalburg. Je moet ze gewoon kunnen bellen. En je moet ze kunnen uitnodigen. En je moet ze laten zien wat er speelt. Dat is een bewuste keus van ons. En ik denk dat een volksvertegenwoordiger geen knip voor zijn neus waard is als hij zich terugtrekt in het stadhuis.
En zich stort op papierwerk. Dat is wat een volksvertegenwoordiger juist niet doet. Die komt alleen bij de vergaderingen in het stadhuis. Het ging even over de bestuurders. Bestuurders en de ambtenaren. Ik wil de slot van de eerste sessie wil ik eventjes toch dat voorbeeld van Park Veldzicht even aanhalen. Alburg heeft toen aan de Genderen gevraagd van jongen, hebben jullie ideeën wat we met het zwembad kunnen doen? Dat is een manier van werken. Hè? Vroeger besloot een ambtenaar of besloot een topambtenaar, dit moet er gebeuren met het zwembad. Nee, we moeten het omdraaien. We vragen aan de burgers, wat willen jullie met het zwembad doen? En hoe lossen we dit op? Park Veldzicht als voorbeeld voor het nieuwe ambtenaar. Ja? Park Veldzicht is een heel mooi initiatief, waarbij inwoners zelf met plannen komen. Maar het mooiste is nog dat ze zelf aan de slag gaan. En daar zie je de mooie dingen gebeuren. Dankjewel. De eerste sessie is voorbij. Dankjewel, Roland van Vugt en Philip Den Haan. En voor het tweede debat, Paula Jorisma en Wijnand van der Hoeven. Ik nodig jullie uit om ook dit volgende debat te gaan voeren. Nou, ik sta hier tussen twee groene partijen, denk ik wel. ChristenUnie en een progressief Altena. Dus deze vraag, die moet jullie deugd doen, denk ik. Altena trekt zeker 2 miljoen uit voor energiebesparing en gaat deur om dat te realiseren. Wijnand? Wil je iets minder uittrekken? Nou, het geld is even ding, maar deur aan deur is volgens mij niet de systematiek waarop we dat aan moeten pakken. Maar dat wij serieus geld uit willen trekken om die duurzaamheid vlot te krijgen, ja, dat is wel zo. Ja. En we hebben geen 2 miljoen gezegd, want die hebben we volgens mij nu niet beschikbaar. Die we niet uit kunnen rekenen. Maar volgens mij hebben we wel 1,2 van Intergas gehad als 3 gemeenten. Wat we eigenlijk niet meer op gerekend hadden. Dat is geld dat we met onze gasrekening betaald hebben. Dus ja, wat is mooier om dat dan aan te doen? Dat is wel erg weinig, hè? 1,2 miljoen voor 50.000 mensen, 20.000 huishoudens, toch? Nou, daarom moet je ook niet gelijk de eerste kans die je hebt daar 1,2 miljoen in steken. Daar moeten we even goed met elkaar over nadenken. Hoe we dat het beste kunnen verdubbelen en het beste zijn werk kunnen laten doen. Dan komt even Paula Jorisma, lijsttrekker Provincie Walterna, terecht. Ik was bij het debat jullie toen in Woerikum. Er was een meneer van Ameland en die zei van, ja, dat vond ik een mooie, dat was een mooi voorbeeld. Die zei van, ja, we hebben hier 1000 huishoudens en 1000 gezinnen, 1000 huizen. We gaan huis aan huis om mensen te vragen, kunnen jullie energie besparen? Nou hebben wij 20.000 huizen natuurlijk, dus het ligt niet lastiger. Maar is dat de manier om dat probleem aan te pakken? Te beginnen met besparing en dan kijken wat er overblijft om energie op te wekken. Nou, geweldig idee. Luc van Tichelen, van voorbeeldambtenaar uit Ameland. En Ameland is kleiner natuurlijk dan onze Altena inderdaad. We hebben meer huishoudens, meer mensen, maar we zijn ook toch ook een soort eiland. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk op een eiland leven, want we zijn ook afhankelijk van de omgeving. Dat vinden we ook hartstikke prettig. Deur aan deur, wie weet kan het wel. Het werkt in Ameland in ieder geval heel goed. Ik vind dat we meneer Van Tichelen echt naar Altena moeten halen om nog meer van zijn voorbeelden moet te delen. Moet meneer Van Tichelen langs deur aan deur sturen? Nou ja, of meneer Van Tichelen dat moet gaan doen. We hebben bijvoorbeeld een lokale... De evangelist van de energiebesparing. Hij is een groene ridder, hè? Hij is, absoluut. Nee, die moet je het deugd doen. Ja, die Luc van Tichelen is dus een inspiratie als ambtenaar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een lokale energiecoöperatie. Nu al, die zeggen we gaan samen om naar lokale energie. Dus je moet dit ook samen met andere partijen doen. Dus wat Wijnand zegt, helemaal mee eens. Geld zelf als overheid erin steken, maar ook samen met Wijnand die andere partijen. Ja, maar Wijnand langs de deur. Die denkt van, hoe moeten we dit oplossen? Maar dan kun je gelijk kijken waar arbeidsmigranten wonen. Maar ik weet niet of in Ameland... Kun je in één klap dat tellen. Maar ik weet niet of er in Ameland ambtenaren langs deur zijn gegaan. Volgens mij zijn daar gewoon groepen ontstaan binnen samenleving, binnen straten, binnen dorpen. En die hebben dat samen opgepakt. En dat wij daarbij helpen, ja, dat is duidelijk. Maar volgens mij is het niet zo geweest dat, want ze hadden niet zoveel ambtenaren in Ameland, dat die huis aan huis zijn geweest. Dat het bijzondere in Ameland was dat ze wel bij die kleine bevolking en dus ook niet zo'n heel groot gemeentehuis wel 3 ambtenaren daarvoor vrij hadden gemaakt. Dus er is wel volop op ingezet. En er is dus een lokale coöperatie die dat ook doet. En samen dus ook dat je die energie die je opwekt, ook dat ook ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Want dat is denk ik ook belangrijk. Dat je iedereen daarin mee kunt nemen. Ja. Dus niet alleen de happy few. Is het nou een idee om te beginnen volgend jaar en in februari met de deur aan deur huis aan huis actie evangelisten van de energiebesparing? Nou, er moet in ieder geval een groene golf over Altena. Groene golf, nou dat vind ik mooi. Wijnand, groene golf of liever een caravan? Dan denk ik altijd aan verkeerslicht en die hebben wij niet in Altena, dus dat moeten we zo houden. Groene golf.
Nee, maar we moeten er wel we mee werken. We moeten verduurzamen, toch? Nee, vergroenen. Ja, absoluut. Maar welke vorm dan het beste is, welke het beste aanslaat. Ik maak me daar wel een beetje zorgen over, want de corporatie is al best een tijd bezig. En nou goed, als ja, we nu, bedoel, we zijn in 2007 is het verdrag van Dussen getekend. Toen zijn we gaan verduurzamen, er is niks van terecht gekomen. We zitten in 2018. We wekken geloof ik 3% schone energie op hier in Altena. Dat is natuurlijk beschamend. En jij weet nog niet hoe dat aan te pakken. Nou, niet met die nieuwe middelen en met die nieuwe organisatie, daar ben ik eerlijk in, ja. Hoe komt dat nou? Omdat dat ook uit moet balanceren. Ik denk dat de eye-opener was voor mij wel van de man van Amersfoort, van Ameland inderdaad. Van joh, die formatie, we hebben die drie man ook al zitten, maar die is niet dedicated bezig met duurzaamheid. Nou ja, daar moeten we wel wat mee doen, want anders bloedt het opnieuw dood. En het tweede bedrag van Dussen zitten wij niet op te wachten. Nee. Dat is dus een kans voor de nieuwe organisatie om te zeggen van die keuze moeten we wel maken. Naar voorbeeld van een gemeente waar dat succesvol is. In Ameland hebben ze drie milieuambtenaren of energieambtenaren, kun je beter zeggen. En dat zou kunnen betekenen voor Altena dat er hier 20 van die ambtenaren moeten gewoon hollen. Bezig zijn. Wie weet of het er zoveel moeten zijn, weet ik niet precies. Maar je moet er in ieder geval wel in investeren. Want anders, anders kom je er niet. Je moet het goede voorbeeld geven ook hierin als overheid. Ja. Wat vind jij? Eerst besparen en daarna... Ja, eerst besparen is natuurlijk sowieso zonnepanelen goed. En daarna bewust, windmolens. Ja, maar mensen bewust maken van inderdaad van hun gedrag. En ook je realiseren dat het met kleine stappen gaat. Maar dat je wel partijen nodig hebt die ook een flinke douw eraan kunnen geven. Dus die groene golf, ja, je kunt het ook anders noemen. Groene golf. Maar ik hoor hier achter mij de CDA-lijsttrekker ook al instemmend van die houdt van groen. Dat snap ik. Wij ook trouwens. De coalitie wordt hier al gevormd. Progressief Altena, CDA, ChristenUnie. Wij zijn voor maar jij bent een beetje twijfelachtig. Hoe komt het nou? Jij hebt een caravan voor je deur staan? Ik praat sowieso niet over coalitievorming. We praten gewoon over standpunten en over dingen die we graag willen. En dat komt echt nadat de kiezer gesproken heeft en niet daarvoor. Ik ben wel benieuwd, die 1,2 miljoen, Piet, die net genoemd werd. Gaan de lijsttrekkers van ChristenUnie en Progressief Altena die dan inzetten voor die energiebesparing in Altena? Dat willen ze wel. Volgens mij kan de provincie kan het verdubbelen. Dus het wordt 3 miljoen. En Roland van Vugt heeft tegen me gezegd, de provincie verdubbelt dat bedrag. En met 3 miljoen om een beetje om de energie te gaan besparen. Nou... Maar gaat die 1,2 miljoen wat ChristenUnie betreft naar energiebesparing? Het is in ieder geval een onderwerp wat wij in zullen brengen op het moment dat we aan de coalitieonderhandelingen deelnemen. En de CDA heeft overboden, dus we zijn benieuwd naar de dekking. Maar dus in die zin, en als de provincie mee wil helpen of andere overheden, prima. Hè, want het zal verdubbeld moeten worden, niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de private sector. Dus, en dan kan je stappen maken. En dan komt er misschien die groene Passat eraan. Ja, de groene golf. Dankjewel, Wijnand van Hoeven en Paula Jorritma. En dan gaan we langzaamaan de eerste ronde afsluiten. Maar niet voordat we hebben gesproken met Philip Daan namens Altena Lokaal. Ik moet naar die kant kijken. Kom naar voren. En Danny Bolt namens Jezus Leeft. Zeker. Jij mag nog een keer. Philip is graag aan het woord, die mag nog een keer. Nou jongens, we hebben een mooie stelling voor jullie bedacht. Het gaat over koopzondagen. Oftewel zondag kopen. Altena kan niet om koopzondagen heen. Of is onze zondagsrust heilig? Nou, Philip, zeg het maar. Moeten we zondag open? We kunnen, of niet? We kunnen wel om koopzondagen heen. Daar kunnen we wel omheen. Dat kunnen we met elkaar afspreken. Maar wat Altena ook lokaal zeker niet wil, is de individuele winkelier zeg maar opleggen dat hij niet op zondag open zou moeten gaan. Dat is wat ons betreft aan de winkelier. Jij wilt een aantal koopzondagen op jou bijvoorbeeld? Nee, dat is niet wat ik wil. Het zou kunnen, maar het is niet wat Altena lokaal nu zegt van ik zou 6 koopzondagen willen hebben. Dat is niet wat wij willen. Nee, maar jij... Als uit de gemeenschap blijkt dat we zouden wel graag koopzondagen willen hebben, dan zijn we er niet op tegen. Maar ik vrees van niet dat dat gebeurt. Nee, dus moet je dat aan de individuele, wat ons betreft, aan de individuele winkelier overlaten. Om te zeggen of ik ga open, ja of nee. Daar hebben we wel voorbeelden van mensen die dat dan niet doen. Nou, die kijken dan naar hun kern of dat wel past, ja of nee. Nou, als dat niet past, moet je het niet doen. Individuele winkelier, als die op zondag open wil, dan kan die op zondag open. Wat ons betreft wel. Ja, maar dan moet de gemeenteraad beslissen, toch? Nou, dat weet ik niet. Dat is de beslissing van de gemeenteraad, toch? Nou, dat weet ik niet. Nee, wie dan? Dat weet ik niet. Ja, goed, als we daar allemaal over gaan. Ja, het zou wel kunnen dat we daar zeg maar, met z'n allen over moeten besluiten. Moet beslissen, dus maar de ja, goed, wat ons betreft in ieder geval blijft dat bij de individuele winkelier. Ja, oké. Okay. Maar ik kan me zo voorstellen dat... hoe sta jij er tegen? Jij als Jezus leeft, jij bent denk ik voor de zondagsrust, toch? Alle dagen rust, maar dat gaat niet, hè? Maar nee.
Laten we het zo stellen. Als we de ondernemers de ruimte geven om het zelf allemaal te regelen, zal elke ondernemer zelf mag bepalen wat hij doet, zal die goed komen. Dus daar geloof ik ook hier niet in, dat de winkelier dat zelf moet bepalen. Ik denk dat het bepalend is voor de omgeving. Dus als de omgeving werkelijk totaal geen problemen heeft, of geen aanstoot is voor de omgeving, of voor de gemeente waar ze in leven, dan mogen ze ervoor kiezen. Ja, in een ander geval dat mensen er tegen zijn, en dat dus mensen dus in de problemen komen daardoor, of door een geloofsovertuiging, of door andere redenen, dat moet je het absoluut niet doen. Ja, ben je ervoor om hier langs de A27 te zetten, een groot bord te zetten, wij heiligen de zondagsrust? Of niet? Of moeten we dat gewoon stiekem houden voor onszelf? Nou, het is wel belangrijk dat je zelf die dingen in de deelt. Kijk, je moet zelf kiezen voor de zondagrust. En ik geloof dat je dat groot bord langs de snelweg hier zou moeten zetten. Dat trekt weer toeristen. Ja. Die gaan dan kijken van, hé, wat is dat voor een reservaat? Ja. Zijn ze daar aan doen? Wij doen niks, alleen maar wandelen en fietsen. En dan moeten we wel vooruitkijken natuurlijk dat dat gebeurt. Wat? Want wij zijn daarop tegen. Stel je stelt me nu, maar dat gaan we niet doen. We gaan geen bord neerzetten. Nee, dat gaan we niet doen. Daar gaat de raad wel over. Nee, maar ik bedoel, ik las van de week stond er een... ik kreeg van mijn zoon een mooi artikel uit de Telegraaf toegestuurd. Van jongens, door de stress en de burn-out, dat er een nieuwe crisis ontstaat in Nederland. Dus, wat moeten wij dan doen? Gewoon zondag rustig blijven. Gewoon lekker de kerk en een beetje wandelen, fietsen en dammen en zo. En plantjes voetbal. Je zit nu weer even in de tijd van de kar die ratelt op de kei. Is dat niet de oplossing dan? Moeten wij gewoon onze eigen gang gaan? Onze samenleving geeft aan dat die heel divers is. En dat er op alle dagen gewerkt gaat worden. En dan gaan wij nu zeggen van, dan zal dan die bewuste zevende dag, dat zal dan de rustdag zijn. Dat respecteer ik, absoluut, dat respecteer ik. Maar dat is niet waar Altena Lokaal voor staat. Ik denk dat de mensen zelf in staat zijn om dat uit te maken. Ja? Ja. Jij wil geen leidinggevende overheid. En ik denk niet dat daar de stress of de slechte onderbuikgevoelens van komen. Nee, dat geloof ik niet. Ik heb er betwijfels over. Goed. Nou, dat mag. Stel voor de supermarkt bijvoorbeeld supervraagt van, ik wil op zondag open zijn. En dan? Wat moeten we, ik denk even aan de Jumbo en Hang bijvoorbeeld. Albert Heijn in Almkerk. Ja, dat zou best kunnen dat zo'n supervraagt van, ik wil graag op zondag open zijn. Doe je een referendum. Huh? Een referendum. En die is dan bindend. Referendum, wat vind jij? Er zijn twee grote supermarkten in ons gebied. Ja, die zouden kunnen vragen van, ik wil op zondag gewoon open zijn. Ja, dat zouden ze kunnen vragen, ja. Afhankelijk van de kern waarin je zit. Ik denk dat het in Dussen en in Hank iets anders ligt dan dat het in Werkendam ligt. Of dat het in Eet of Drongelen ligt. Nou, dan moet je die kern ook respecteren. En of het dan een referendum zou moeten worden, ja, dat vraag ik me dan af. Maar wij gaan er in ieder geval niet voor liggen. Jullie gaan er niet voor liggen? Nee. Nee, oké. Okay. Nou. Dankjewel, Danny Bolten en Philip de Naam. Over de zondagsrust. En ik sta intussen tussen het publiek die hier gekomen is naar Golfpark Almkreek. U thuis kunt trouwens ook nog meepraten via de hashtag AltenaDebat. En dan kunnen we uw tweets of uw andere social media berichten later deze uitzending zeker laten zien of behandelen. Ik zag naast mij al iemand die druk zat mee te typen volgens mij. Wat heeft u hier naartoe gebracht deze avond? Nou, ik was heel benieuwd wat de lijsttrekkers aan elkaar zouden vinden. Ik vind het nog een beetje een matte bedoeling, moet ik zeggen. Het is allemaal nog wat beleefd, dus het mag wel even wat spannender. Dus ik hoop dat de vragen en de stellingen zo meteen nog wat prikkelender Ja, waar zou u meer over willen horen? Nou, ik zit hier ook vanuit mijn rol als voorzitter van bestuur van de bibliotheek Cultuurpunt Altena. Dus ik hoop dat het onderwerp ook nog ergens een plek krijgt hier in de loop van de avond. Om eens te kijken over hoe gaan wij als Altena met cultuur om. Dus ik ben benieuwd. Oké. Nou, goed om te horen. Wellicht is daar nog eventjes de tijd voor. En wat heeft u hier gebracht deze avond? Ik ben met de buurman naar mij gekomen. Dus, en wie is uw buurman? Hier naast mij. Die is, ook... Ik dacht misschien is dat een lijsttrekker. Ik ben ook van lokale Altena, dus vandaar. Oké. U staat niet op een bord die we ergens langs de weg zien? Nee. Hier achter mij, wel iemand die ik heb gezien. Matthijs van Oosten volgens mij. Ga heel verstaan, Matthijs. Want als ik bij mij de straat uit rijd, dan zie ik jou, zeg maar. Met je 06-nummer, daar hoorde ik net al meer over. Ja. Mag het wat jou betreft ook nog wat scherper? Ja, volgens mij kan het wel wat scherper. Je ziet wel, als je alle programma's gelezen hebt, dat de tegenstellingen... daar moet je goed naar zoeken. Dus we zijn in ieder geval allemaal onderweg naar een mooi Altena. En we hebben allemaal ons beste been voor Altena. En we zullen daar samen aan moeten gaan werken. Ja, het is natuurlijk het eerste officiële debat wat ik zag op de kalender van de nieuwe gemeente Altena 2019.
Blijft dat eigenlijk zo, die website? Wie weet er wat meer over? Ik kijk gewoon even rond. www.altena2019.nl. Of komt er nog een nieuwe gemeentenaam? Weten jullie daar iets van? Komt een nieuwe. Er komt een nieuwe. Ja, er komt een nieuwe. Dit is een tijdelijke. En wat wordt dat? Dat wordt www.altena.com. Nee, punt. Gemeentealtena.nl. Oké, hebben we dit een Altena primeur was of was dit al bekend? Nou, volgens mij was dit al bekend. Nou, dat is dan jammer. Hey, ik denk, ja, we hebben een primeur. Wat zei je? Hij wordt nu gehackt. Ja, hij wordt nu gehackt. Nee, dat is niet het geval. Door de Russen. Piet, het mag wat scherper, hoor ik uit het publiek. Nou, dat valt niet mee, denk ik. Want weet je waarom? Ik zal het wel even verklaren. Want de partijen zijn over het algemeen wel met elkaar eens. Dan kan ik wel iets bedenken van, bedoel, we schieten Jezus af of zo. Maar dan zou iedereen zeggen, dat moeten we niet doen. Ja, die staat ook gewoon weer op. Ja, ja. Waarschijnlijk, ja. Ja, dus partijen zijn het over het algemeen wel met elkaar eens. Dus ja, tegenstellingen, ja, ik vind een tegenstelling prima. En dan kunnen we er argumenten bij bedenken. Maar als er geen tegenstelling is, moeten we het vooral niet verzinnen natuurlijk. Nee. Maar wat viel jou op nu net in de gesprekken hier? Nou, dus toch wel voorzichtig zijn, moet ik zeggen. Dat wel. Dus niemand die durft nog echt uit te pakken. Bijvoorbeeld Pim, die is heel rustig. Normaal gesproken. Pim is nog niet aan het woord gekomen. Als ik hem tegen... Die hebben we nog te goed, hè? Als ik hem tegenkom, doet hij allemaal lelijk tegen me. Dus, maar ik bedoel, ja, een beetje meer tegen elkaar... af en toe blaffen, dat mag toch? En wat viel jou nou het meest op? Wat het meest opviel? Nou ja, goed, dat we gewoon nieuwe werken en... op naar een nieuw mooi Altena en een eiland waar vrede en harmonie zal zijn, zoals die mevrouw dan zei van op het tv-scherm. Toch? Ja. Wij streven naar harmonie. Is dat verkeerd dan? Nee, zeker niet. Dat denk ik niet. We houden van elkaar. Maar vanavond zoeken we toch nog wel een beetje... Ja. Ja. Nou, er komen nog een paar dingen. Zeker. De tweede ronde straks. Ja. Maar dat doen we na de reclame. Dan gaan we verder met de tweede ronde. En dan hebben we onder andere deze stelling. Misschien zorgt dat wel voor wat... vuurwerk. Toenemend drugsgebruik in Altena is een grote zorg. En ook gaan we de straat op om erachter te komen of inwoners eigenlijk wel weten wie deze lijsttrekkers zijn. Nou, dat is een hilarisch item. Ik heb hem al gezien. Dat ziet u dus zometeen op het Radio AFM en Altena TV verkiezingsdebat. En Twitter ondertussen nog even mee, hè. Hashtag Altena debat. Ja, hier onderdoor. Maak er wat moois van. Ja, je zoon laat zich niet storen tijdens het sturen. Rij zonder afleiding. Rij mono.
zondagavond van 8 tot 10 Politiek op AFM. Piet Hartman ontvangt in het programma Altena Alternatief 10 weken lang politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. De uitzending bijwonen? Publiek is van harte welkom in het clubhuis van Golfpark Almkreek in Almkerk. Kijk op de website www.radioafm.nl onder verkiezingen voor de volledige agenda. Woensdagavond van 8 tot 10 Politiek op AFM. Welkom terug bij het Radio AFM en Altena TV lijsttrekkersdebat. Er wordt nog wat gedronken aan de bar, een kopje koffie ingeschonken. En wellicht heeft u dat thuis intussen ook gedaan. Zometeen gaan de lijsttrekkers, althans sommigen met elkaar, in debat in de tweede ronde. En we hebben ze een beetje opgepoord, toch net? Hè? We hebben er allemaal nog zin in, zeker. Ik zie vooral Pim knikken, toch? Ja, jij mag nog twee keer. Ja, ja. Oké. Voor het zover is, kijken we eerst naar de inwoners van Altena. Want weten zij eigenlijk wel wie deze mensen zijn? Heeft u enig idee wie dit is? Nee. Eerlijk gezegd niet. Geen idee. Ja, als je zegt, weet ik het weer, maar... Hoe heet hij zo gauw? Nee. Het is wel een bekend gezicht, maar ik kan niet zeggen de naam, nee. Bij CDA, ja? Ik weet zijn naam zo gauw even niet. Timmermans, nee, ook niet. Zou ik niet weten. Nee, weet het niet. Nee. Ronald van Vught, ja. Ik ken zijn gezicht wel, hoor. Ik ken zijn gezicht wel, absoluut. Die ken ik wel, ja. Dat is Roland van Vught van het CDA. Dat is Wijnand van der Hoeve. Die ken ik wel, ja. Moet ik zijn naam noemen? Wijnand van Den Hoeven? Ja, maar ik kan even niet op zijn naam komen. Zijn dochter is een vriendin van mij, maar voor de rest weet ik niet. Sla je me dood? Nee, ik weet het niet. Nee, hij heeft wel een bekend gezicht, maar ik zou niet weten wie het is. Ja, die heb ik wel eens gezien, maar ik weet niet meer bij welke partij ze hoort. Ik ken hem van gezicht, maar dan heb ik het gehad. Nee, ik kan, ja, hij zou bekend zijn, maar ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik ben er ook nog niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Dus nee, ik zou het niet weten. Ik heb het idee dat dat een meneer De Graaf is, maar ik weet het niet zeker. Meneer Meiboom, SGP? Ja, dat kan. Ja. Nee, ik ken het niet. Nee, ken ik niet. Heeft u enig idee wie dit is? Nee, absoluut niet. Nee, ik weet het niet. Nee. Dus ik zou hem niet kennen. Nee. Dat is Pim Bouwman. Ja, je de naam zegt, weet ik, maar ik zou het zo niet uitkomen uit Werkendam, of niet? Nou, ik kom uit Werkendam uit de Haan. Niet van naam, maar ik herken de foto. Dat is mevrouw Jorritsma. Ja, dat klopt. Paula. Ja, dat is Jorritsma. Ik ben heel slecht in gezicht onthouden. Dat lijkt een smoes, maar het is dus echt zo. Want als ik u morgen tegen zou komen, zou ik u misschien herkennen aan uw lengte, maar niet per se aan uw gezicht. Nou, er lijkt nog genoeg werk aan de winkel voor jullie. Ik zie wel wat posters en zo in de straat hangen, maar over een tijdje moesten ze het toch echt weten. Want dan moet je weten op wie u gaat stemmen op 21 november. En dan kiest u een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad van Altena die vanaf januari een zitting zal nemen op het plusje in het nieuwe gemeentehuis in Almkerk. Ondertussen kunt u gewoon thuis ook meepraten. Gebruik de hashtag Altena Debat. En dan kunt u ook misschien wel een prikkelende stelling deponeren die we hier later kunnen behandelen. Vermeld er vooral bij aan wie u dat zou willen vragen. En dat nodig ik ook jullie vooruit. Als er nog tijd is straks, dan kunnen we wellicht spontane vragen, standpunten vanuit mensen uit het publiek horen. En daar nodig ik jullie dan ook allemaal vooruit.
Goed, voor het zover is, we gaan naar de tweede ronde. Dit is de tweede ronde en ik nodig voor het debat uit Roland van Vugt namens het CDA en Pim Bouwman namens de VVD. Ja, Roland en Pim, toch even naar dat filmpje net zagen van... Dan werken jullie keihard 4 jaar aan een stuk. Je leest rapporten die niet te lezen zijn. Je moet de wethouders wegsturen. Je moet ambtenaren op de kloten geven. Enzovoort, enzovoort. En je snapt het soms niet. Enzovoort, enzovoort. En dan ben je onbekend. Onbekend, maar onbemind. Wat doen we er dan? Of wat doen jullie er dan? Roland, vertel. Bordang, hè? Met 06-nummers. Ja, borden met 06-nummers. Dat doe je ook maar 1 week in de 4 jaar. Dus dat schiet ook niet op. Wat moet je er nou aan doen om... bekend en bemind te worden hier, van dit zijn onze bestuurders. Kom op. Ja, kijk, bekend is op zich natuurlijk geen doel op zich. Hè. Je bent in de politiek om mensen, om zeg maar het goede te doen voor de samenleving. En het is wel goed als je daarmee in gesprek bent met mensen. Dat doen wij als CDA nu sinds lange tijd, maar de afgelopen tijd heel intensief met die dorpsgesprekken. Waarbij je echt aan de keukentafel met mensen praat over hun eigen dorp. En over de kansen die ze zien. En dat schept wel een band. En dat geeft meer ook... keukentafelgesprekken. Nou, we gaan ook... Elke week een keukentafelgesprek, dan word je bekend. Ja, het gaat erom dat wij horen van de mensen in de verschillende dorpen. Wat speelt er nou bij jullie in het dorp? En wat kan er beter? Ja, maar daar word je ook bekend mee, toch? Als je daar je laat zien in een dorp, dan word je bekend. Dan zeggen ze, hey, ik ga die rol voor nou, wij moeten weten wat er in het dorp speelt. En daar moet je je best voor doen. En dat mensen op een gegeven moment je weten te bereiken, dat is goed. Ik heb overigens geen last ervan dat mensen mij niet weten te vinden. Want ik krijg geregeld toch wel zaken voorgelegd. Van, joh, kijk daar eens even naar en doe eens even een belletje naar Den Bosch of weet ik waar naartoe. Dus mensen weten je wel te vinden als er onderwerpen zijn die bij hen spelen. Ik geef even een Pim Bouwman. Pim, je bent plots wel beroemd van onbekende raadslid, wethouder in Aalburg. Je bent plots wel beroemd geworden dankzij jouw tuintegeltax formule. Dus jij hebt niet over onbekendheid te klagen of bekendheid, beter gezegd. Nee, maar daar deden we het niet voor, hè. Dat was om mensen te prikkelen om het goede te doen. Ja, maar je betekent dus dat je eigenlijk mensen gewoon moet prikkelen als bestuurder? Ja, ik vind van wel. Ik vind wel. Anders gebeurt er niks. Hè? Als je de hele tijd stil gaat zitten en wachten tot de mensen zelf iets gaan doen, dan is dat ook maar saai. Af en toe moet je eens een ballonnetje opgooien. Ja, maar ik heb het idee dat mensen ook geen krant meer lezen tegenwoordig. En ze kijken wel naar de tv en de wereld draait door en zo. En de Nieuwsuur, maar krant lezen ook maar. Dus jullie hebben toch een probleem, denk ik dan. Als bestuurders van Altena. Ja, ik ervaar dat minder. Ik ben het toch gewoon met Roland eens. Als mensen mij willen bereiken, dan bereiken ze me. Dat gebeurt er met regelmaat. Ik ben al 4 jaar lang raadslid geweest. Inmiddels 4,5 jaar wethouder. En er is geen dag voorbij dat iemand mij niet heeft bereikt. Dus het gaat ook om de opstelling die je zelf inneemt. Hè. En het gaat er niet om of mensen je herkennen en of je beroemd bent of bekend. Het gaat om dat je bereikbaar bent. Dat is belangrijk. Oké. Ik ga toch even naar de stelling, hoewel die het eigenlijk al beantwoord is. Altena moet bedrijven faciliteren om arbeidsmigranten op eigen terrein te huisvesten. Roland, vertel. Nou, het arbeidsmigrantenvraagstuk in Altena is echt een groot vraagstuk. En dat wordt de komende jaren alleen maar groter. En je merkt ook in de dorpen dat mensen zien dat woningen worden bewoond door arbeidsmigranten. Dat de woningmarkt die al erg onder druk staat voor mensen die een huis willen kopen, voor jongeren, voor ouderen die willen verhuizen, dat nog ingewikkelder wordt. Dus wij zeggen ook als CDA, het zou beter zijn om de arbeidsmigranten zoveel mogelijk uit het dorp te huisvesten op industrieterreinen, bij bedrijven waar ze werken. Omdat de meeste arbeidsmigranten ook voor korte tijd in Altena verkeren. Ze gaan een aantal maanden werken, soms wat langer. Maar dan gaan ze uiteindelijk toch weer terug naar Polen of Bulgarije. Pim, VVD, de Partij van Doen, lees ik elke keer in de krant. Hè? Een grote advertentie, VVD doet. Wat vind je van het bedrijfsleven heeft het trekt aan? De economie draait als een lier in Altena. Klopt, gaat goed. Bedrijven hebben steeds drukker. Maar komen personeel tekort en moeten dat in Polen halen of zo? Of in waarom meer? Bulgarije, Roemenië? Nou, het liefste hebben we natuurlijk dat onze eigen beroepsbevolking zoveel mogelijk van de bank afkomt en gewoon aan het werk gaat. Maar zolang dat niet gebeurt, is er blijkbaar wel behoefte aan buitenlandse arbeid. En die moet ergens wonen. En dan ben ik het wel met Roland eens. Die mensen die interageren vaak niet.
Dus je moet ze dan niet willen hebben in je woonwijken. Want daar kan problemen opleveren als je daar een hele grote hoeveelheid doet. Dus dan liever aan de randen. Dus bedrijven moeten ruimte krijgen om units neer te zetten waar ze dus personeel kunnen huisvesten. Ik denk dat er twee categorieën plekken heel geschikt zijn voor arbeidsmigranten. Dat is bij de bedrijven zelf en in het buitengebied. In ieder geval plekken waar het leefgenot van onze eigen inwoners daar geen last van heeft. Dus jij zou bijvoorbeeld de schuur in Eten willen ombouwen tot arbeidsmigrantenhotel? De schuur in Eten ligt in het buitengebied. En ik durf die op voorhand niet uit te sluiten. Maar ook daar moet je niet willen dat daar honderden komen. Dat ligt ook in de buurt van dorpen natuurlijk. Nou, 200 dan vooruit. Dat zijn er honderden. Ja, 300. Dat zijn nog meer honderden. Bedrijven hebben mensen nodig toch? En zolang wij mensen die in de bijstand zitten niet aan het werk kunnen krijgen, hebben we een probleem. Ik denk dat daar ook de eerste winst ligt, Piet. Eerst moeten we zorgen dat mensen in de bijstand zoveel mogelijk aan het werk gaan. Eigenlijk is het beschamend dat je zoveel mensen uit het buitenland haalt. Terwijl er hier honderden, dan hebben we het ook over honderden mensen in de bijstand zitten. Hoeveel is er in Aalburg? Mensen in de bijstand? Ja. Dat zijn er ongeveer 120. Nou, dat valt mee toch, in Aalburg? Ik vind dat arbeidslustig volkje. Zijn het er niet 120 te veel? 120, ja, maar daar lossen we het probleem niet meer op. Want stel dat we alle mensen uit de bijstand, zou het mooi zijn als dat lukt, aan het werk helpen, dan nog zullen wij heeft het bedrijfsleven mensen van buiten nodig. Want de economie draait als een tierenlier en wij bestellen steeds meer via internet. En ga maar eens bij bol.com kijken. Wat daar allemaal werkt, dat zijn voornamelijk mensen uit Polen en Oost-Europa. Dus ja, een bol.com kan helemaal niet meer functioneren zonder arbeidsmigranten in te zetten. Nee, maar we gaan toch zeker geen huisvesting bouwen in Altena voor bol.com in Waalwijk. Nou, in ons programma staat dat wij in Altena arbeidsmigranten huisvesten die in Altena werkzaam zijn. Dus wij moeten niet zorgen dat we geen regio worden waar van her en der iedereen komt wonen omdat die goedkoper is dan elders. Wij moeten zorgen dat wij huisvesten de mensen die hier werken. En niet het afvoerputje worden. Ben je niet mee eens, zeker? Niet mee eens met de opmerking van Roland? Nu wel. Maar het voorbeeld van bol.com verbaast me dan. Nee, maar het ging bij bol.com dat onze economie zo ingericht is in Nederland dat wij zonder arbeidsmigranten niet meer kunnen. Ook onze boeren in Altena hebben arbeidsmigranten nodig om zeg maar de oogst van het land te krijgen en de appels van de boom. Dus het is gewoon een feit dat er arbeidsmigranten nodig zijn. De vraag aan ons is, kunnen wij een zodanig oplossing bedenken dat de dorpen ontlast worden, dat mensen die in het dorp willen blijven wonen, er kunnen blijven wonen en dat de arbeidsmigranten die tijdelijk hier zijn en niet integreren, dat die op een plek gehuisvest worden, wel fatsoenlijk zeg ik erbij, maar op een plek gehuisvest worden waar ze werken. En dat kan bij bedrijven, op bedrijfsterreinen. Ik vind dat wel prima. Oké, okay, ik ga even, toch even naar Pim. Pim, ja. Geen huisvesting voor bol.com hier in Altena, alleen voor mensen die hier... Sowieso alleen maar huisvesting voor mensen die hier ook daadwerkelijk werken, ja. En de juiste volgorde hanteren. Dus eerst kijken naar onze eigen kaartenbakken, eerst onze eigen mensen aan het werk en vervolgens wat er dan nog nodig is, op een juiste manier huisvesten. En dat kan inderdaad bij het bedrijf zelf of in het buitengebied. Oké. Dank jullie wel voor dit debat. Pim Bouwman en Roland van Vught. Ja, en ondertussen wordt er op Twitter meegetwitterd met hashtag AltenaDebat. Ook u kunt dat nog doen. En ik loop eventjes naar Paula Jorritsma. Paula, ga heel even staan. Want er is een vraag gekomen over het nieuwe gemeentehuis. Wat er straks is in Almkerk. Jullie waren daar toch altijd heel erg kritisch op. Dan wil iemand thuis weten hoe jullie standpunt daar nu nog over is. Nou, we krijgen een nieuw gemeentehuis. Daar wordt op dit moment heel hard gewerkt. De Rabobankvlaggen hangen nog, maar er zou eigenlijk een vlag moeten komen, zei mijn collega net ook, van wij zijn hier aan het werk voor het nieuwe gemeentehuis. We leven in een democratie, dus we hebben ons neer te leggen bij een meerderheidsbesluit. We vinden het als progressief Altena ontzettend jammer. Ook omdat in de toekomstfilosofie, die door de drie gemeenteraden is onderschreven staat, dat we moeten nadenken of we eigenlijk wel zo'n centrale huisvesting nodig hebben. En ik hoorde net even Molenwaard voorbij komen. Wordt straks Molenlanden, wijkteam op de fiets. En daar ben ik onlangs ook op bezoek geweest. Daar werken ze dus zonder centraal gemeentehuis.
Ja, wat nou, naast je geknikt, nee, maar... Nou ja, goed, er is wel een plek waar de ambtenaren bij elkaar zitten, maar de ambtenaren maken de afspraken bij de mensen thuis. Dus de mensen komen niet naar een loket daar. En dat vinden wij nog steeds een hele aansprekende gedachte. Maar we gaan in Almkerk met z'n allen, tenminste daar gaat een groot deel van onze mensen ook naartoe. Maar wat progressief Altena betreft gaan we nog steeds zoveel mogelijk bij die burgers op bezoek. En ik hoor gelukkig ook wel bij de andere partijen dat, maar... Ja, wij vinden het wel jammer, maar gedane zaken nemen geen keer. Dus we gaan gewoon hoopvol verder in het nieuwe Altena. Dus ik hoor berusting, maar wel strijdvaardigheid. Nou ja, berusting, kijk, het is democratie. Dus als de meerderheid iets anders wil, dan heb je daar gewoon mee neer te leggen. Ja. Oké, Wijnand, wil je daarop reageren? Want ik zag je schudden. Nou, ik rij wel eens van de pont van Schoonhoven richting Wat doe je richting Altena. Ja, ik heb daar familie aan die kant wonen. Ja. En er staat gewoon, bij de stoep staat gewoon een gemeentehuis. En er staan gewoon overdag, elke dag aan de auto's. Hè. Dus het is een mooie filosofie, die is hanteren. Maar onze mensen hebben gewoon een plek nodig, een stoel, een telefoon en een computer om hun werk te kunnen doen. En doe dat dan zo efficiënt mogelijk. Doe dat op een duurzame manier. En in die zin vind ik het een beetje een kulargument dat wij denken dat wij 300 mensen geen stoel en geen bureau moeten geven. En dat is even mijn waarom ik driftig nee zat te schudden. Ja, oké, Paula, korte reactie. Ik hou hem even vast als je het goed vindt. Dat ambtenaren een werkplek nodig hebben is logisch. Maar we vinden niet dat onze inwoners naar het gemeentehuis moeten komen. Maar dat wij als bestuurders en ambtenaren naar de mensen toe moeten komen. Oké, duidelijk. Is er nog iemand aan deze kant die daarop wil reageren? Ja? Dat laatste vinden wij ook, alleen het is natuurlijk niet alle ambtenaren hoeven naar de burgers toe. Er zijn ook ambtenaren die bezig zijn met bepaalde beleidsvelden die helemaal niks met inwoners direct te maken hebben. Waar dat wel van belang is, bij bestemmingsplannen of bij zaken die bij burgers om de hoek spelen, moet het wel. Maar daarom heb je dus ook wel een centrale plek nodig om een aantal dingen ook als gemeente te kunnen doen. En laten we blij zijn, de Rabobank is eigenlijk perfect. Het ligt centraal in Altena. Het is een energie-neutraal gebouw bijna. Het is, ik zou zeggen, tel je zegeningen dat die plek hiervoor beschikbaar is. Maar het heeft wel de nodige miljoenen gekost. Ja, maar kijk, er zijn ook 3 gemeentehuizen die wij een andere functie gegeven. Dat levert ook weer geld op. En kijk, ik denk dat wij dit pand hebben gekocht voor een prijs. Daar hadden we nooit van zijn leven ergens iets voor kunnen bouwen. Dus ik denk in die zin dat we een goede deal hebben gemaakt. Oké. Goed, dan laten we het daar even bij. En dan gaan we wat mij betreft, Piet, als jij het ook goed vindt, hè, want we doen het samen, naar de volgende stelling. En daarvoor nodigen wij uit Danny Bolten. Ja? Dat zeg ik goed, hè? Ja. Van Jezus Leeft. En Paula Jorisma van Progressief Altena. Een van de grote problemen in Altena is de jeugdzorg. Met andere woorden, de toenemend drugsgebruik. Ik hoorde van jongeren uit Altena bijvoorbeeld, als je in Werkendam woont, dan kun je even bellen. En dan heb je binnen 5 minuten heb je een drugscourier op de stoep staan. We doen misschien net of dat niet bestaat, maar het bestaat wel degelijk. Alleen de vraag is van, wat doen we er dan? Toenemend drugsgebruik in Altena is een grote zorg. Wat te doen? Ik begin bij Danny Bolten van Jezus Leeft. Nog een keer Danny Bolten, want ze hoorden mijn naam niet. Ze konden mijn naam niet, dus nog een keer Danny Bolten voor de gemeente. Ja. Wij zijn in ieder geval voorstander van om de horeca eerder te sluiten. Ik werk zelf in de horeca en ik ben van mening, als hoe langer de horeca open blijft, of hoe later de horeca open blijft, hoe meer drugs gebruikt gaat worden. Als mensen moe gaan worden en onder invloed zijn van drank, gaan ze snel naar drugs toe. En dat is een vrij logisch gevolg eigenlijk. Dus als wij de horeca eerder sluiten, zal in loop der tijden ook de drugsgebruik verder gaan afnemen. Omdat mensen gewoon eerder mee stoppen. Ik kom toch even bij jou terecht. Want jij hebt ooit eens verteld, ik heb in de onderwereld gewerkt als bewaker. Toen heb je ook drugs gebruikt? Ik heb vroeger ook drugs gebruikt, ja. Bleef ook lang te lang op. Ja, en nu niet meer? Hoe kom je? Hoe is dat gelukt dan? Vertel even. Nou ja, ik heb de heren leren kennen, maar daarvoor had ik dat sowieso al afgesloten, dat is 1. Maar toen ik de heren leren kennen, kreeg ik heel andere normen en waarden. En de heer neemt je zoals je bent, maar hij vindt het mooi om je zo te laten. Dus hij gaat je veranderen, stukje voor stukje veranderen. Je krijgt steeds meer normen en steeds meer waarden. En als je in die andere wereld rondloopt, dan ga je gedachten gaan veranderen. En op een gegeven moment ga je alles normaal vinden wat eigenlijk niet normaal is. Ja. Maar eigenlijk is het toch wel gek. Je woont hier wij wonen hier dan in, noemen ze dan de Bijbelbelt, de Bijbelgordel.
Dus iedereen kent de heer eigenlijk wel, zou je zeggen. Maar er zijn er toch toenemend aantal drugsgebruikers, Paula. Hoe kan dat dan? Ja, volgens mij is dat in Urk ook het geval. En zijn ja, er Urk veel, ook, ja. Veel mensen die daar ernstige gelovig mate, zijn. Dus het zou heel mooi zijn als daar een correlatie tussen was. Hè? Dat als je gelovig was, dat je, ja, dat je dan niet de drugs kon laten staan. Nou, dat is jawel, blijkbaar niet zo. Ik weet ook niet waarom dat zo is. En het voorstel wat Danny Bolton doet klinkt heel sympathiek. Maar volgens mij ligt daar de oplossing niet. Horeca eerder sluiten. Want wat je ziet is dat buiten de horeca om ook veel drugs wordt gebruikt. Onze jongerenraad heeft ons nog een keer met de neus op de feiten gedrukt in het afgelopen jaar. Dus alleen daarom al is het geweldig dat ze er zijn. Want zij weten waar het over gaat. Wat wil je eigenlijk? Nou ja, dat we vooral onze ogen niet voor sluiten. Je hoort toch te vaak dat mensen zeggen dat gebeurt hier niet in Altena. Doen ouders dat dan? Veel ouders sluiten ja, de ogen. Ja, ik denk dat blijkt ook wel uit voorlichting. Als je bijvoorbeeld met Altena College gaat spreken, dan wordt dat daar ook gezegd. Dat als er over drugs wordt gesproken, dat ouders zoiets hebben van dat doet mijn kind niet. En dat hoop je natuurlijk, dat wil je ook niet. Maar het gebeurt dus wel, dus ook hier dichtbij. Ja. En daar moeten we met z'n allen wat mee doen. Dus de jongerenraad heeft ook gezegd, steek veel meer in op preventie. Gewoon, hè, doe niet alsof het er niet bestaat. Het is er wel degelijk. Blijf in gesprek met je kind. En handhaven is natuurlijk heel belangrijk. Want het gaat natuurlijk ook over de productie van die drugs. Ja, handhaven van die dat is een ander verhaal, denk ik. Nou ja, goed. Danny, toch geen goed voorstel voor jou. De horeca aan de sluiter wordt niks natuurlijk. Het is een voorstel van niks. Bedenk iets beters. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Om het drugsgebruik te temperen. Ik denk dat je inderdaad gewoon even na moet denken over twee dingen. We zien op dit ogenblik ook dat de jeugd mag vanaf de 18e gaan drinken. Aan de ene kant ben ik heel groot voorstander van. Aan de andere kant is het een heel groot nadeel. Omdat als ze geen drank kunnen gebruiken, gaan ze andere dingen gebruiken. Jongeren onderzoeken alles. Dus als ik dan zie dat overal bij boerderijen en dergelijke, dat er gewoon suikkroegen zijn ontstaan. En dat daar geen controle meer over is en zo. Dan denk ik van ja, weet je wel, dan slaan we de plank mis. We hebben nachtvergunningen in zaken. We gaan langer doorgaan. We gaan de jeugd gaan we uit de horeca houden. Die gaat zijn eigen plek opzoeken. Dus buiten de horeca waar geen controle en dergelijke op ze is. En het wordt alleen maar erger. Dus ja, ik denk dat wij gewoon een heel groot gedeelte zelf in de hand hebben. Als ouders zijn ook. Maar ook als omgeving. Ja. Want je ziet de dingen gewoon. Maar als je als ouders al niet herkent hoe drugs eruit ziet. Of als je kinderen grote pupillen hebt. Of als het wat anders of stijve kaak heeft. En je herkent dat niet. Dan heb je er al een probleem. Dus ik denk dat we ouders ook veel meer moeten nadenken van, hey, wat zijn de gevolgen van drugs? Hoe ontstaat het? Waar kunnen we het herkennen en zo? En dan kun je kinderen ook veel eerder helpen. Nou ja, dat onderschrijft dus het preventieverhaal. Dus niet de horeca eerder dicht doen, juist jongeren wel een plek geven. En ook hierbij het pleidooi, niet voor een terugtrekkende overheid, maar een terugkerende overheid. Amen. In de vorm van preventie, via scholen, maar ook jongerenwerkers die gewoon die groepen weten te vinden. En die veel goed werk kunnen doen. Ja, maar die zuipketen sluit je niet in Altena. Ik bedoel, je kan de horeca al sluiten, maar die zuipketen die in het buitengebied, die kom je overal tegen, toch? Controle. Het is toch een ander verhaal? Ja, controle. Het schiet ook niet op natuurlijk. Mensen moeten zelf na gaan denken. Nee, maar als we wetgeving hebben gegeven, dan moeten we ook zorgen dat ze uitgevoerd worden. En anders moet je geen wetgeving geven. Ja, oké. Okay, maar ouders, die moeten toch ook... Ja, maar het is een combinatie, Piet. Het is natuurlijk en de preventie, en de bewustwording, en de inzet van de jongerenwerken. Maar ouders moeten niet handhaven. Ouders moeten niet wegkijken. Die moeten dat aan de orde stellen. Absoluut. Dat is waar. Maar goed, volgens mij is dat ook wat Danny Bolten zegt. Van doe aan een stuk bewustwording. Leer die symptomen herkennen. En inderdaad, vroeger was drank een grote probleem en nu is drugsgebruik. Ja, ik weet hoe moeilijk dat is, want soms sta je gewoon machteloos natuurlijk. Je weet niet welk circuit de kinderen terechtkomen. Nee, maar hierin is die samenwerking dus met scholen ontiegelijk belangrijk. Ja? En ja, ik kom iedere keer terug op de jongerenwerken, maar die is ook echt een belangrijke schakel. En natuurlijk ook onze wijkagenten. Ja, maar dat betekent al met al wel dat de kosten van de jeugdzorg wel eens ernstig gestegen zijn de afgelopen jaar, toch? Wat kun je erover zeggen? Ja, kosten van jeugdzorg, dat is heel breed natuurlijk. Hè. Dat gaat ook over jongeren die bijvoorbeeld uit huis geplaatst worden, die in een instelling terechtkomen. Dat kost ook heel erg veel geld. Dus we willen het liefst natuurlijk dat de jongeren gewoon thuis kunnen blijven. Dus nog meer geld steken in preventie. Dat probleem is niet alleen hier in Altena, hoor. Dat is in heel Nederland. Dus vandaar ook ons pleidooi in Den Haag van er moet meer geld bij voor de jeugdzorg. Maar dus is, meer de, dan alleen is de jeugdzorg in Altena op pijl om dit aan te kunnen? Om dit te tackelen? Er wordt heel goed samengewerkt in, niet alleen in Altena, maar breed in de provincie, in dit geval West-Brabant, met andere gemeenten. Omdat je dat ook niet alleen kunt. Dit is een heel groot onderwerp. Ja, oké. Okay, maar ik blijf toch met het probleem zitten van stel dat mijn kind drugs gebruikt. Waar komt hij dan terecht dan? Bij wie?
Als je kind drugs gebruikt, bij wie kun je aankloppen? Moet je dan naar Breda of kun je dan hier in Altena blijven? Nou, het liefst eerst zoveel mogelijk hier natuurlijk. Maar het is, als het heel specialistische hulp is, dan zou het kunnen zijn dat je inderdaad buiten Altena terecht komt. Dat zou kunnen. Maar als het een beetje kan, zo dicht mogelijk bij huis. Oké, dankjewel. Mag ik nog één ding? Ja, ben je nog? Ja, eigenlijk nog één ding. Ja. Drugstesten. Kijk, als de drugstesten gewoon vrijgegeven worden of het makkelijk voor ouders te verkrijgbaar zijn, dan wordt het heel veel makkelijker als je denkt dat je kind de drugs hebt gebruikt. En je zou zelf een drugstest kunnen doen, dus gewoon je kan speekseltest doen of transpiratie. Als die test gebruikt kan worden, dan kun je er eerder achter komen als je kind drugs gebruikt. Dus als wij als gemeente Altena daar een voortouw zouden nemen, dan zouden ouders eerder achterkomen wat er aan de hand is en zouden ze ook eerder bij het probleem zijn. Ja, maar dan moeten ze wel ergens terecht kunnen bij de overheid. Dat is natuurlijk belangrijk, dat ouders weten van waar moeten we zijn. Maar een goed gesprek. Moet je eerst weten waar je aan toe bent. Ja. Is er een goed gesprek niet beter dan een drugstest? Nee. Weten is altijd beter. Valt moeilijk. Valt niet mee. Dankjewel, Paul Jorisma en Danny Bolden over drugs in Altena. Ja, en dan wordt er getwitterd door Peter op het Hof dat hij vindt dat jullie toch nog wat voorzichtig zijn in dit debat. Dus ik trek hem toch nog even wat breder. Zeker over drugs. Kom op, is de aanmoediging. Wil een van de andere partijen nog reageren? Fijne kans, hè, Ronald. Ja, komt zo, Philip. Komt helemaal goed. Mag die eerst? Oh, dat is heel aardig. Nou, nee, dankjewel, Ronald. Of dat nou pittiger moet of niet, het gaat erom dat het een fenomeen is wat ook hier dus in Altena, daar mogen we onze ogen niet voor sluiten, maar dat hebben we volgens mij allemaal wel in de gaten, dat het hier is. En dan gaat het erom van welke informatie heb je voor handen, van waar het is. En dan klopt het wat Danny zegt, dat je ook de ouders erbij moet betrekken. En ik denk dat we ook wel wat scherper mogen zijn in, en dat heeft de jongerenraad heel erg goed gezegd, we moeten dat laaghangende fruit wat er is op dit gebied, dat moeten we eerst nu gaan plukken. Niet te lang meer over praten hoe we dat aan moeten gaan pakken. Maar wat er hangt, dat laaghangende fruit, dat moeten we plukken. En als dat betekent dat we snel met voorlichting aan de slag moeten, en dat gaat ook gebeuren, moeten we daar echt gas voor geven. En ja, daar begint eigenlijk voor ons, ook als raad, zeg maar, begint het proces. Want wij zijn niet van handhaving. Wij hebben geen invloed op de controle die de politie... wij gaan niet over hun bezetting. Er wordt wel veel over gezegd, er moeten meer controle zijn, meer handhaving, maar dat is ontzettend lastig. Dus zitten wij wat ons betreft meer op onze kant als het gaat over de voorlichting. Aan de preventieve kant en heel actief. Oké, Roland? Ja, ik zie nog een ander punt. Kijk, als het Rijk gaat experimenteren met vrijgaven van drugs. En als er zeg maar op festivals wordt getest of de pilletjes goed zijn. Dan vraag ik me af, wat geeft de overheid voor signaal af? Geeft de overheid dan een signaal af, jongens, het is wel oké dat jullie dat doen? En als ik die kleine van mij probeer mee te geven, blijf met je vingers van dit soort spul af. Ja, dan word ik anderzijds ondermijnd door de overheid die toch bezig is te testen en de suggestie te wekken van nou, het kan ook wel veilig. En ik zou gewoon helder willen zijn. Drugs is rotzooi en blijft er gewoon vanaf. En heeft Altena wat jullie betreft een groter probleem als plattelandsgemeente dan bijvoorbeeld in de stedelijke politiek? Ik denk dat wij een heel groot probleem hebben. En we moeten natuurlijk beginnen met preventie en erkenning dat we dat probleem hebben. Maar wat ik nog in deze discussie onderbelicht vind is handhaving. Er wordt wel makkelijk gezegd van handhaving is voor de politie, daar kunnen we niet veel mee. Maar ik durf best te stellen dat als we ons eigen toezichtapparaat op een slimme manier inzetten, we heel veel kunnen bereiken. Want iedereen hier in deze zaal kent wel een plek of een persoon die niet helemaal in de haak zijn. Ik durf best ons gemeentelijk toezichtapparaat in te zetten om te zorgen dat die plekken en die personen goed in de gaten gehouden worden. Dat de mensen die niet deugen weten dat ze in beeld zijn. Ik denk dat dat ook wel wat kan schelen. Nog een reactie? Ja. Philip? Nou goed, het is mijn werk, dus ik wil echt niet zwaar ruzie gaan maken met Pim. Maar het gaat ook over de aantallen. Dus ook over toezichthouders gaat het over de aantallen. Het gaat over hun mandaat wat ze hebben, wat veel minder is dan bij de politie. Waar ik het wel mee eens ben, is dat het veel beter zou zijn als we onze ogen en oren ook door andere mensen gaan gebruiken. De scholen, sportverenigingen. Dus de informatiepositie verstevigen, ja, die zou wat mij betreft prioriteit moeten hebben. Volgens mij was dit een cue om verder te gaan. Verstevigen ook voor die men,
Ja, dat... Ik voor degene die getwitterd heeft, want ik merk toch dat de argumenten weer steeds weer terugkomen, hoor. Dus ik snap, het is gewoon lastig grijpbaar, want handhaving, daar wordt dus over gediscussieerd, en preventie. Maar volgens mij is er niemand die de ogen er nu nog voor dicht doet. En dat is echt dankzij onze jongerenraad. Ja. Chapeau. En dit lijkt me ook vooral een onderwerp waarin jullie elkaar hoe dan ook moeten gaan vinden. Want ja, Altena heeft een drugsprobleem, kunnen we het zo misschien wel concluderen. Piet, de laatste stelling in ons 1-op-1 debat, die gaat tussen Pim Bouwman van de VVD en Wijnand van der Hoeven namens de ChristenUnie. Ik geef jou de microfoon mee. Geef ze een applaus. Ja, jongelui, ik moet even terug naar 2007. Toen hebben we de verklaring van Dussen getekend. Iedereen weet dat nog natuurlijk, wat die verklaring van Dussen inhoudt. Dat Altena zou vergroenen. Nou, er is geen zak van terechtgekomen. Op dit moment wekken wij 3% schone energie op. En de regering wil volgens het klimaatakkoord van Parijs... moeten wij in 2046 CO2-neutraal zijn. Hallo. We staan voor een gigantische opgave, dus... Dames en heren, hoe gaan we dat doen? Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn volgens de Altena-energiestrategie. Ja, die ligt er intussen. Gaan we zonnepanelen op spaarbekkens gooien? Het zou kunnen hoor, 500 hectare spaarbekkens. Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat schiet lekker op natuurlijk. Hebben we windmolens nodig? Ik wil het hier vanavond niet op de spits drijven. Want ja, er moet onderzoek gepleegd worden natuurlijk. Wijnand, mag ik met jou beginnen als groene maniak? Ja, ik zou niet beginnen met onderzoeken. Ik zou beginnen met werken. Wat? Wat? Noem eens wat. Nou, we kunnen nog 10 jaar onderzoeken wat we niet gaan doen en zo. Dus volgens mij moeten gewoon alle mogelijkheden die er zijn om de verduurzaming te doen. En sommige maatregelen kan je gewoon voor 10 jaar doen en dan kan je ze daarna weghalen. Die moeten gewoon aangrijpen. Ja, noem nou eens een voorbeeld. Nou ja, gewoon windmolens neerzetten. Dat is een prima manier om snel geld mee te verdienen... waar ook de samenleving van kan profiteren. Waar? Nou, ik kan me voorstellen dat je dat in zichtlijnen doet... waar nu ook al molens staan. Maar ga nog niet zeggen dat het op één plek moet zijn... want dan willen ze allemaal, als je in Werkendam woont... wil je dat je in Aalborg staat. En als je in Aalborg staat, dat ze in Werkendam komen. Dus iedereen moet gewoon in zijn eigen omgeving denken... waar die energie op kan gaan werken en hoe dat gaan doen. We hebben gisteren een omgevingswetgesprek gehad... Het stond niet op de agenda, maar ik heb die mensen wel gevraagd. Nee, joh, denk er nou eens over na. Je kan prima je noordkant van je dorp kan je een aantal molens zetten. Heb je helemaal geen last van slagschaduws. Aan de slag, kom op. Nou, aan de slag, kom op. Pim, jouw partij, de VVD, die is voor kernenergie, maar tegen windmolens? Wij zijn tegen windmolens op land. In ieder geval VVD Altena, die vindt dat wij meerdere verantwoordelijkheden hebben. Heb je er al een paar op zee gekocht dan, Pim? Want, Nou, wat mij betreft mogen we daar als Altena gewoon dik in investeren. Daar kunnen we misschien jou 1,2 miljoen voor inzetten. Maar in? Op zee? Wind op zee. Wind op zee. We hebben meerdere verantwoordelijkheden, Piet. We zijn niet alleen maar verantwoordelijkheid voor klimaat en de energieopgave. We zijn ook verantwoordelijk voor ons landschap. En ik durf best de stelling aan dat windmolens hier een hele negatieve uitstraling zouden hebben op het Altenaarse landschap. Ja oké. Okay. Jij zegt het volk wil niet, dus doen we het niet. Ik zeg, ze horen hier niet. Dus, ja, maar dat vind jij. Dat is een mening, ja. Maar gelukkig hebben we in de politiek allemaal verschillende meningen. Anders zou het heel saai zijn. Ja, dat mag. Maar je krijgt in Waalwijk wel 7 windmolens van 200 meter hè, in je achtertuin. En dan zeg je ook van, ja, dat wil ik niet. Maar het gebeurt wel. Ja, Waalwijk zet gewoon door. Ja, maar Waalwijk is een andere gemeente dan Altena. En Waalwijk moet zijn eigen keuzes maken. En die kan tot een ander oordeel komen dan Altena. Ja. Mijn hand? Pim is niet overtuigen. Nee, maar hakken in het zand. Ja, nou ja, ik praat er wel vaak met Pim over. Maar het lukt gewoon niet. Ja, nou, dan halen we onze doelstelling niet. He, dus dan moet je ook eerlijk zijn. Dan zeg je, we halen onze doelstelling niet. En dat is ook een keuze die je kan maken. Maar dan, als wij zeggen, we willen dat ze zo goed mogelijk doen... en zo ver mogelijk gaan en zo snel mogelijk... ja, dan moet je niet 10 jaar over windmolens gaan discussiëren. En wij zijn ook geen donker shot. He, dus als het blijkt dat de meerderheid dat niet vindt... gaan wij dat ook niet 10 jaar overlopen roepen. Maar wij zien gewoon de kansen en die molens worden ook steeds mooier. Die krijgen steeds minder slagschaduw, ze gaan steeds minder geluid geven. Dus alsjeblieft jongens, aan de slag. Aan de slag. Moeten we daar een referendum over houden dan? Bijvoorbeeld? Nou, het is een typisch... Het volk moet spreken? Nou ja, het is een typisch not in mijn backyard discussie. Die hebben we op andere punten ook. He, dus niemand wil zijn ding in zijn achtertuin. Nou, ik wel, maar mijn achtertuin staat ook al vol met een asielzoekerscentrum. En met een kerk, twee kerken. Dus, je hebt toch twee kerken in je achtertuin? Ja, die zijn bij mij ook allemaal welkom. He, dus die tuin zit wel een keer vol, maar... Het mag bij mij in de achtertuin. Ja, Bergse Maas. Bijvoorbeeld. Langs de Bergse Maas.
Ja, Pim? Moeten we een referendum houden over wel of niet windmolens om de doelstelling te halen? We hebben een soort referendum op 21 november. Laten we dat eerst even afwachten, Piet. Ja, oké. Okay. Dus grote kans dat jij niet in de regering komt dan? Ja, misschien komt Wijnand wel niet in de regering. Nou, ik denk dat de groene coalitie toch wel gaande is al reeds. Dus je hebt grote kans dat je buitengesloten wordt. En dan? Dan zitten we in de raad en dan gaan we daar ons werk doen. Ja. Maar jij kan ze niet overtuigen blijkbaar. Nee, maar de politiek hoef je elkaar niet altijd te overtuigen. Hè. Er is altijd ruimte voor meerdere meningen. Ja. Maar je zou kunnen oproepen tot een referendum bijvoorbeeld. Jongens, 5 windmolens langs de Bergse Maas, 3 bij Bas de Peuter in zijn achtertuin. Nou, er zijn er 8, schiet al aardig op. Zonnepanelen op Spaarbekken. Nou, ik denk dat we er alleen zijn. Ja, ik ben van de VVD. Nee, ik heb er geen verstand van verder. Ik ben niet van D66, Pieter. Volgens Alternatuur is dat wel een beetje de weg. Die kant moeten we dan blijkbaar op. Ik denk dat we hele mooie dingen kunnen bereiken op dit eiland. En ik denk dat we hier lokaal ook een hele grote slag kunnen slaan door slim om te gaan met de bebouwde omgeving. En met zon op spaarbankers, zon op land, als je dat netjes inpast. Maar we zullen ook gewoon wind op zee nodig hebben om de doelstelling te halen. En ja, dan hoeven we geen windmolens op land. Ja, maar tuintegels, ik bedoel, dat schiet niet op natuurlijk, hè? Tuintegels eruit halen. Maar... Tuintegels hebben weer een heel ander doel, Piet. Nee, oké. Okay. Maar een referendum, is dat dan de manier om dit probleem op te lossen? Van? Nee, dan maak je alleen maar de verschillen groter mee. Dus uiteindelijk moet je elementen die aantrekkelijk kunnen zijn. Mensen die er vlak naast wonen kunnen er financieel ook meer van profiteren dan mensen die er op 10 kilometer wonen. Ze kunnen gewoon direct profiteren, ook in sociale investeringen die wij willen doen. Dus maak het nou iets van de samenleving. In Ameland hebben ze echt niet die discussie ja of nee. Nee, we gaan aan de slag en we proberen dat op een manier te doen dat er zo min mogelijk overlast is. Want dat is wel een risico met windmolen. Ja, natuurlijk. Gewoon een stekker en stopcontact is makkelijker. Ja, je kan ze ook nog 20 jaar afbreken, hè, die windmolens. Dat kan ook na 10 jaar al. Hey, maar ja. Waar staat de maakt het alleen maar scherper. Is dat voor de VVD dat de windmolens na 20 jaar worden afgebroken? Ja, ik vraag me... Ja. Die Waalwijk wordt inderdaad afgebroken en dan komen ze weer opnieuw overeind op dezelfde plek. Dus ik vraag me af of dat inderdaad op die manier werkt. En ik vraag me tenslotte af waar op Ameland windmolens staan. Ja, dat vraag ik me ook af. Hoe weet je dat? Windmolens staan daar is C denk ik ook dichterbij in die zin. Want een van de dingen waarom je ook windmolens op land moet hebben is dat je ook je kabelinfrastructuur gewoon moet regelen. En die kabel die alleen maar naar zee gaat, die gaat ons niet redden. We hebben nu al problemen met heel veel zonnepanelen in gebieden dat de kabels gewoon in de straat eruit... te warm worden. Dus we moeten echt aan die lokale energienetwerken gaan werken. En die techniek gaat zo verschrikkelijk hard. Dakpannen met zonnepanelen erin, gevelbekleding met zonnepanelen erin. Dus ik kan nu nog niet zeggen wat we over 10 jaar nodig hebben. Waterstof, gas bijvoorbeeld, Pim, ja, is daar een oplossing voor jou dan? Een uitweg voor jou, voor de VVD? Wij staan open voor allerlei innovaties. Behalve windmolens. Behalve windmolens in Altena zelf. Oké. Okay. Jullie komen dus niet in de coalitie samen, denk ik dan? Nou, er zijn toch wel meer dingen waar we elkaar nodig hebben dan een wel of niet overwinnen. Nou, er zijn wel keiharde tegenstellingen, toch? Ja, maar dat is toch leuk? Nou, ik vind het hartstikke leuk, maar ja, het schiet niet op natuurlijk. Misschien wel de eerste van de avond. We moeten wel de hand aan de ploeg slaan, toch? Wijnand? Aan de slag? Nou ja, maar kijk, als er een partij is die dat wel wilt en je kan op zo'n manier een meerderheid, dan is dat wel een ding. Maar het kan ook zijn dat er partijen een meerderheid is die dat niet wil en dat wij er buiten staan. Nou, dan zullen wij ook de afweging maken. Nou, ik heb het idee dat... Het kan gewoon gebeuren. En dat is, er zijn dingen die je, waar je in kan meebewegen. En er zijn dingen waar je ambitie wat hoger neerlegt. En dan zeg je, dan gaan we niet in meebewegen. En nou ja, op duurzaamheid, als ik betere voorstellen hoor en praktisch plan en financiering, laat ik me graag overtuigen. Maar als het alleen maar is van, ja, dat moet ergens anders gebeuren en we doen eigenlijk niks of we gaan nog onderzoeken. Ja, dan zijn wij niet de partij van. Pim, laatste woord. Tenminste, onderzoeken heb ik nooit gezegd. Wij gaan gewoon doen. Alleen we gaan het op een andere manier doen dan wind op land. Ja, maar dat moet je wel even uitwerken natuurlijk. Dat heb ik net gezegd, Piet. We gaan doen. Je moet natuurlijk wel de goede voorstellingen komen om die doelstelling te halen. We beginnen met de bebouwde omgeving. Energie besparen en zeer lokaal opwekken. Dat is het begin. Daarna kan je kijken naar zonnepanelen op land en zonnepanelen op spaarbankers. Netjes ingepast. Dan ben je er ongetwijfeld nog niet. En dan kijk je naar wind op zee. Oké, okay, dankjewel. Pim Bouwman, VVD en Wijnand van Hoeven, de ChristenUnie. Ja, en over dit onderwerp wordt ook thuis hard meegetwitterd. Zo zegt Jacco, zonnepanelen op alle daken van de kerken in Altena als mogelijke oplossing. En Gerard Paans zegt, de samenleving zit absoluut niet te wachten op windmolens. Nou, neem dat mee in jullie beleidsvorming straks na 1 januari. Ik sprak er straks al even met Sjaak Groeneveld. Sjaak, ga nog heel even staan. Want je vertelde al van de bibliotheek en het cultuurpunt. Daar hoor je bij. En jij maakte het heel concreet. Het bedrag dat gemeenten in Nederland per inwoner aan de bibliotheken als subsidie verstrekken, dat bedraagt 21 euro. Dat klopt. Per inwoner. Per inwoner, ja.
Het gemiddelde in Altena is 16 euro. En van wie zou je willen weten wat het standpunt daar is? Want er zit dus nog een gat wat jullie betreft. Ja, het is een substantieel gat. Nog een keer de getallen. Gemiddeld in Nederland 21 euro per inwoner. En wij zitten, het gemiddelde van de drie gemeentes van nu, zitten we op 16 euro en nog wat. Ja, eigenlijk wil ik van elk van de lijsttrekkers wel weten hoe zo'n getal nou overkomt. Gewoon eerst maar eens een gedachtevorming. Ja, want je hebt er niks over kunnen lezen in hun verkiezingsprogramma's. Ja, de meeste partijen die schrijven er wel iets over, maar niet zozeer in concreetheid. Oké. Piet, wie geef jij de microfoon daar die hierop wil reageren? Ja, hier zitten twee heren, Philip de Haan en Roland van Vught. Hij steekt als eerste zijn vinger op. Oh, Paula die heeft eerst een vinger opgestoken. Dus, de vraag, dames gaan eerst. Dames gaan eerst. Ja. Mag ik me even tot de spreker richten of is dat voor de camera onhandig? Dat is onhandig, denk ik. Oké, goed. Ja. Nou, dan sorry, even met de rug naar je toe. Maar ik ben ten eerste benieuwd, die 21 euro of die 16 euro, dat is waarschijnlijk, ik hoor dat een gemiddelde over de drie gemeenten. Dus ja, dat kan dan per gemeente verschillend zijn. Ik ben nu wethouder in Woudrichem. Ik heb het idee dat we behoorlijk investeren in ons bibliotheekwerk. Maar als het onder het Nederlands gemiddelde ligt, dan moeten wij als een gek daar aan gaan werken om dat in ieder geval naar de gemiddelde te brengen, zou ik zeggen. In het nieuwe Altena. In ons partijprogramma wordt over het bibliotheekwerk gesproken. Het belang onderstreept niet alleen van de klassieke bibliotheek. Onze bibliotheek is ontzettend innovatief bezig. Doen bijvoorbeeld ook aan cultuureducatie. Zetten in op laaggeletterdheid. Nou ja, op allerlei manieren zijn ze ontzettend goed bezig. En van belang voor ons als gemeente, als uitvoeringsinstrument. Dus vol inzetten op het gemiddelde en liefst meer. Oké, dus naar die 21 euro wat betreft progressief Altena. Deze kant. Philip Daan. Nou ja, ik hoorde in ieder geval de verschillen in de getallen. En dat is wat je op heel veel onderwerpen nu in deze gemeente al meemaakt. Dus als je met z'n drieën samen gaat, dan zie je dat er verschillen in zijn. Dus dat zullen we sowieso al moeten, met een mooi woord, moeten harmoniseren. Nou, ik kan aan alle raadsleden hier ter plaatse vragen wat dat betekent. Dat is de laatste maanden is dat niet anders dan alles aan de orde geweest. En dat zal ons de komende maanden ook echt nog wel bezig gaan houden. Maar reserveren jullie extra geld om de bibliotheken? Wij reserveren sowieso voor cultuur. En daar horen bibliotheken horen daar ook onder. En dat is een goed wat we moeten koesteren. Maar hoe dat er in de toekomst nu zeg maar concreet uit gaat zien. Ja, dat is net als met heel veel onderwerpen. Dat zal toch echt vanaf 1 januari gestalte moeten krijgen. Ik hoor een noodkreet, Roland van Vught. Ja, in ons programma staat inderdaad dat het bibliotheekwerk heel belangrijk is. Dat het ook niet alleen belangrijk is op zichzelf, maar ook een ontmoetingsplek is voor de streek. Ook bindend is. En wij moeten zorgen in de nieuwe Altena gemeente dat het op orde is. En als dat misschien her en der wat bijgeplust moet worden, dan staan wij daarvoor open. Oké. En Wijnand, je wilde ook nog reageren namens ChristenUnie. Ja, wij zijn eigenlijk die discussie op een andere manier gestart. We hebben gewoon gezegd in de drie grote kernen zou gewoon een bibliotheek moeten zijn. Dus wel in Woudrichem, Werkendam als Aalburg en gewoon een volledige hoofdvestiging. En wij zijn bij de bibliotheek langs geweest om te vragen, jongens, wat zou dat dan financiële zin betekenen? En ons is aangegeven dat je inderdaad als je met elkaar die sprong naar die 21 euro zou maken, dat het dan mogelijk zou zijn. En we willen dat inderdaad plus zijn, want cultuur is in die zin breder als alleen het boek lezen. Die functie verschuift ook, maar goed, in die zin, wij willen graag drie bibliotheken en als dat volwaardige bibliotheken en dat kost, dat kan voor die 21 euro per inwoner, dat vinden wij het waard. En dat hebben wij dus ook in ons programma staan, zo letterlijk. Wil Jezus Leeft of de VVD nog reageren? Jezus Leeft niet, VVD wel? Ja, ik heb nog wel een pittige stelling over. Want het feit dat je minder uitgeeft dan het landelijk gemiddelde wil niet altijd zeggen dat je het slecht doet. Volgens mij heeft Paula net keurig uitgelegd dat we een hele mooie bibliotheekvoorziening hebben. En dat hebben we voor 16 euro. Dat hoeft niet per se 21 te worden. Ik weet dat we toevallig aan sport meer uitgeven dan het landelijk gemiddelde. Dan gaan we hier ook geen pleidooi houden om dat terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Oké, duidelijk. Piet, zeg maar. Ja, Philip, die wil nog iets zeggen over de windmolens. Roland, idem dito. Ja, mag toch? Ja, wil je het even? Geef Roland eerst het woord. Ja, wat ik mis in die discussie over windmolens is dat, en dat zie ik overal in Brabant waar de discussie over windmolens start, is dat mensen direct in de loopgraven springen, van voor en tegen. En dat is een hele polariserende discussie. En ik zou ervoor willen pleiten om in Altena, waar we met z'n allen moeten bouwen aan zeg maar één gemeente, dat we nou niet gaan starten met een discussie over windmolens, want dan zijn we jaren verder. Maar dat we gewoon doen wat nu nodig is. En wat nu nodig is,
is dat wij de woning in Altena zo goed mogelijk isoleren. Dat is de eerste winst. En want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. En inderdaad, die spaarbekkers, als we de Petrusplaat pakken, 100 hectare, als we die voor de helft zouden volleggen met zonnepanelen, wat technisch inmiddels kan, dan hebben wij voor de helft van de woningen voorzien in onze energiebehoeften. Dus ja, ik zie heel veel kansen zonder dat we direct aan de windmolens gaan. Nou, waar zet het CDA op in? Ik vraag het toch nog. Nou, niet de windmolens. Wij zeggen, doe eerst isoleren. En zorg vervolgens dat je woningen ook voorzien zijn van zonnepanelen. Dat je zoveel mogelijk de energie opwekt die je gebruikt. En begin niet te starten met de discussie over windmolens. Want dat is een heilloze weg op dit moment. Oké, Philip, bij jullie in het partijprogramma wel windmolens? Ja, ik sluit even eerst aan op die heilloze weg. Want ik ben energie-neutraal op het Altena-college gekomen. Nou, bij een bijeenkomst, overigens de eerste prachtige... Kom je lopend? Ja, nee, ik was met de auto. Ik was met de auto, want ik heb een zere knie. Maar daarvoor was het al die prachtige bijeenkomst door Progressief Altena georganiseerd in Woudrichem. Maar toen was het in het Altena College. En wat mij toen opviel was dat op het moment dat je over windmolens begon, gingen de mensen van zonnepanelen gingen staan. En toen de zonnepanelen het verhaal had, toen zeiden ze, nou, maar bij windmolens ging het niet goed. Ik hoorde mijn collega van Vught, die hoor ik door Roland zeggen, ik heb iets gelezen in Nieuw-Zeeland dat er zonnepanelen op de Nieuwe Rijksweg zouden moeten komen. Daar ging vervolgens iemand op staan, die zei, hij had het over de bio-energie. Dus wij komen daar heel moeilijk uit. En als je dan terug naar huis rijdt en je denkt, oh, ik ben raadslid, moet ik daar dan over gaan besluiten als ik het zelf al niet weet? Dus ik hoop dat wij straks met z'n allen, met onze techneuten die we ook in onze regio hebben, dat we tot de goede informatie komen die uiteindelijk leidt tot, nou ja, als het windmolens zijn het windmolens, is het zonne-energie. Maar de besparing, om daarmee te beginnen, dat hoorde ik eerder al, de besparing met isolatie, dat is wat ons betreft, wat Altena Lokaal betreft, dat is het laaghangende fruit wat je eerst al zou kunnen doen. Maar jullie sluiten niet uit. Jullie sluiten windmolens niet uit. Wij sluiten windmolens niet uit, nee. En daar hoor ik wat geroezemoes over achter me. Dus dat is wellicht een nieuw punt, Philip. Nou ja, dat zou een nieuw punt kunnen zijn. Maar wij sluiten dus geen enkel nieuwe energiebron. Die sluiten we uit. Duidelijk. Dat is positief, hoor ik. Nou, ook weer elkaar gevonden, Piet. Nog even, ja, toch? Ja, nee, inderdaad, geen loopgraven, oorlog, polarisatie schieten we inderdaad niks meer op. Maar we moeten ons doel bereiken. Dus je moet het als middelen zien. En als je zolang je het als middelen kunt zien, dan kun je ook het gesprek met elkaar blijven aangaan. Want volgens mij is dat ook het pleidooi van Roland van Vught. Waarbij het CDA, denk ik, duidelijke windmolens uitsluit. Dat doet Progressief Altena niet. Maar het is niet een doel op zich om windmolens te plaatsen. Dat is geen doel op zich. Maar je wilt wel een bepaalde ambitie waarmaken. En dat moet je dus doen. Oké, duidelijk. Hier laat het even bij. Dit was de tweede ronde. Zometeen de slotstellingen die we voorleggen aan alle lijsttrekkers. Maar eerst nemen we een kijkje in het gemeentehuis van Werkendam. Daar zoeken we burgemeester De Boer op. Althans, mijn collega Kevin Joost heeft dat gedaan. Want hij is samen met de gemeente Werkendam als grootste gemeente actief in de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Goedendag, we staan hier even voor één van de drie gemeentehuizen in Altena. Laten we binnen eens even een kijkje gaan nemen. Dag allemaal. Dit is de kamer van een van de wethouders. Hij is leeg op dit moment. Hard aan het werk misschien. Campagne aan het voeren. Het eerste vrouwelijke raadslid in Altena. En nog steeds zijn er niet zo heel veel vrouwen volgens mij die meedoen aan de verkiezingen. Kijk, dit is de kamer volgens mij van meneer De Boer. Oh, hij zit er gewoon. Zullen we even bij hem op bezoek gaan? Meneer De Boer, goedendag. Welkom. Dank u. Ja, een mooi plekje heeft u hier. Ik heb hier een fantastische werkplek om met deze gemeente elke dag met veel plezier aan het werk te zijn. Ja. Dat klinkt heel goed. Het uitzicht is heel mooi en hier kun je ook heel goed zien vanuit deze kamer met de kranen voor de activiteiten van de haven van Werkendam natuurlijk. Waar we ook heel erg trots op zijn. En weer mooi weer.
Dat ook nog. Ja. Hoe vaak staat u hier? Niet vaak. Ik ben veel buiten het gemeentehuis om contacten met de samenleving te maken, te vergaderen natuurlijk en hier aan deze tafel te zitten. Dus het zijn meestal de late uren aan het begin en het eind van de dag dat ik hier zit te werken en de rest ben ik op pad. Wat is nu het mooiste plekje in het gemeentehuis wat u betreft? Er zijn meerdere mooie plekjes en eigenlijk is het mooiste plekje de koffieautomaat. Want daar zie je dat heel spontaan allerlei gesprekken zich met medewerkers en met bestuurders. Want wij lopen ook zelf naar de koffieautomaat. En dat is inderdaad heel erg leuk om daar eventjes zo'n kort gesprek van een paar minuten te hebben. En je hebt gelijk een stukje informatie. Je kunt ook informatie kwijt. Dus ik vind dat een hele mooie plek, de koffieautomaat. Nu is nog 2 weken voor de verkiezingen voor de gemeente Altena. U bent volgens mij ook verantwoordelijk voor het hele kiesproces. Ja, de wet die gaat over fuserende gemeentes. Die geeft aan dat van de fuserende gemeente de grootste gemeente de kar moet trekken. In dit geval is dat Werkendam. En is dat heel veel werk? Het is werk wat erbij komt, maar heel veel werk. Het meeste werk zit bij de medewerkers. En ik moet in ieder geval zorgen dat ik regelmatig in beeld ben. Zowel in de krant als met aanzichtkaarten, als met een bus die straks gaat rijden. Om probeer zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat de verkiezingen zijn op 21 november. En ook in ieder geval hen uitdagen om ook te komen stemmen. En met name de jonge mensen die voor het eerst mogen komen stemmen, die wil ik met name aanspreken. Daarvoor verstuur ik straks een mooie aanzichtkaart. Mijn rol is beperkt tot het bezoeken van de stembureaus, wat ik eigenlijk altijd al doe. En mijn eerste bezoek zal zijn de stembus, de rode dubbeldekker, die dan op dat moment bij de Kromme Nol staat. Daar ga ik in ieder geval bij de opening van de stembureaus naartoe. En verder ga ik de andere stembureaus zoveel mogelijk af gedurende de dag om te kijken of alles goed gaat. Eventueel als er problemen zijn om die op te lossen. En natuurlijk aan het eind van de dag, als alle stembureaus hun stemmen hebben geteld, dan komen die hier naar Werkendam toe. En dan betekent dat in de loop van de avond er bekendgemaakt gaat worden welke partij hoeveel stemmen heeft gekregen. En pas de volgende dag, de 22 november, dan gaan we opnieuw alle stemmen tellen. Maar dan doen we het op persoonsniveau. En dat betekent dat dan de partijen weten hoe dat de bevolking op de betreffende partij heeft gestemd. En dan zie je van nummer 1 tot en met nummer... Nou zit iedereen natuurlijk nog te wachten wanneer komt die benoeming van die waarnemend burgemeester. Heeft u daar al enig idee van? Nou, dat ligt weer in de handen van de commissaris van de Koning. Dus ik denk dat de commissaris van de Koning, dat heeft hij ook toegezegd aan de verschillende bezoeken die hij heeft afgelegd. Als straks de lijsttrekkers, de fractievoorzitters in wezen dan bekend zijn, dan wil de commissaris daar zo snel mogelijk mee in gesprek om te kijken wie de waarnemend burgemeester kan zijn van deze gemeente. Want die waarnemend burgemeester met de nieuwe gemeenteraad vanaf 2 januari, die gaan natuurlijk het profiel maken van wat voor soort burgemeester willen wij dan hier hebben in de gemeente. Dat kan een aantal maanden duren. En dan zal dus in de loop van 2019, zoals dat heet, de kroonbenoemde burgemeester, dus de definitieve burgemeester van Altena, bekend zijn. En daar moeten wij dus nog gewoon even op wachten. Daar moet iedereen even op wachten. Ja, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja, wij ook. Ja, ja, oké, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En ik wens jullie in ieder geval heel veel succes in Altena. En ik wens in ieder geval de kijkers heel veel plezier straks ook in de nieuwe gemeente. Maar zeker ook van 21 november gaan stemmen. Ik zag net in het filmpje de Toontje Sprenger Hof, volgens mij. En er wordt ook getwitterd door Toontje Sprenger. Nou, dan weten we allemaal wie er wel achter zit, denk ik. Hoeveel vrouwen maken kans op een raadzetel? Hoe is de verdeling bij de VVD tussen man en vrouw? Dat is ongeveer een kwart vrouw. Dus een kwart bij jullie? Nou, we hebben in de top 5 3 vrouwen staan. En op onze lijst, procentueel weet ik niet meer, maar meer dan een kwart, hoor. Meer dan een kwart. Ja, ja. Er zijn ongeveer een kwart zitten. En er zijn bij ons 2 die... een kans hebben om inderdaad te komen. Als je even normaal kijkt naar de normale uitslagen. En deze kant? Bij lokaal Altena? Volgens mij gaan we ook naar een kwart. Maar het zou zelfs wel een derde kunnen zijn in de top 15. En we hebben steeds meer vrouwen die richting ons komen. Dus ja. Dat juichen wij toe. CDA? Wij zitten op een derde.
En waar Jezus leeft? Een derde. Een derde ook. Nou, dus tussen een kwart en een derde. Ik hoop dat dat een antwoord is voor Toontje Springer. Ja, Piet, we gaan tot besluit van deze avond een aantal stellingen voorleggen. Misschien twee, misschien drie. Waar iedere lijsttrekker op mag reageren. Dus ik zou zeggen, ga even staan met elkaar. Dan gaan we de actieve houding aannemen. En reageer op... De actiehouding. Ja, op de stelling. Want dit is het laatste onderdeel. Het hoogste woord. Ja, de eerste stelling luidt, een deltaplan wonen is nodig om starters en senioren aan betaalbare woningen te helpen. Bijvoorbeeld door middel van experimenteel bouwen. Nou, kom op. VVD als eerste, Pim Bouwman. Een deltaplan hebben we niet nodig, want we weten al lang wat er nodig is. Want er ligt een woonvisie voor heel de nieuwe gemeente Altena. We moeten gewoon uitvoeren, we moeten gewoon bouwen. Waarom voeren we die woonvisie niet uit dan? Dat is een hele goede vraag, Piet. En ik denk dat dat prioriteit nummer 1 is voor Altena om daar eens flink uit te geven. Nog een prioriteit. Eerst duurzaamheid, vergroenen, de groene golf en bouwen. Duurzaam 2. Bouwen dus, hè? Ja, duurzaam dus dat bouwen. Gaat natuurlijk heel goed samen. Ja, die woningopgave die we hebben, die hebben we al in beeld. Win. En duurzaam, wat Philip den Haan net ook noemde, van isoleren die handel, gasloos, zonnepanelen, zo strak mogelijk en zo groen mogelijk. Is een deltaplan nodig, Philip den Haan? Nou ja, of je het deltaplan noemt, geeft het een beetje een naam. Maar wat we nu in Altena zien is een groeiende groep ouder worden. Dus de senioren worden in de hele wereld worden we ouder en grijzer. Dus ook in Altena. Dus daar zullen we zeker rekening mee moeten houden. En wat voor Altena lokaal heel erg belangrijk is, is dat we ook zien dat we steeds meer jongeren kwijt gaan raken. Dus de jongvolwassenen die vanuit school komen dan wegtrekken uit Altena. Ja, die willen wij wel heel graag hier houden. En dat betekent ook dat we daar ook wel goede woningen voor moeten hebben. En hoe je dat dan gaat noemen, of het deltaplan is, of dat maakt mij niet uit. We moeten dat gaan doen. ChristenUnie, Wijnand van der Hoeven. Nou, ik denk in ieder geval die nieuwe woonvorm is wel belangrijk. Want ik weet niet of je nog allemaal woningen hebt voor 30 of 40 jaar als inderdaad die vergrijzing doorgaat. Dus daar zou je maar moeten kijken. En uiteindelijk kost het geld om woningen te bouwen. En er zijn heel veel partijen die kijken of die woningen verkocht kunnen worden voordat ze gaan bouwen. Dus we roepen dat allemaal wel. We willen allemaal graag roze pumps hebben, maar er worden maar één of twee paar verkocht. Dus we snappen dat we het roepen. Maar ik denk dat we inderdaad, wat Pim zegt, van we hebben een woonvisie, daar wordt aangebouwd. En dan mag een verschuiving plaatsvinden naar kleinere woningen. En meer leeftijd bestonden, maar een deltaplan is echt een overdreven terminologie voor een probleem wat er niet is. Maar experimenten juichen we natuurlijk wel toe. Want je ziet natuurlijk ook veranderende woonwensen. Dus daar moet je in kunnen experimenteren en buiten de lijntjes kunnen kleuren. Oké, de andere kant. Wie wil reageren? Roland van Vugt, CDA. Nou, een deltaplan geeft wel aan dat het urgentie heeft. Wij hebben dat dus ook letterlijk in ons programma staan. Wij horen te veel nog in de dorpen dat mensen vinden dat er te weinig gebouwd wordt naar de behoefte die er is. Starters komen niet aan de bak. Senioren komen onvoldoende aan de bak. Er zijn zelfs mensen die een oude vertrouwde dorp uit moeten, elders moeten gaan wonen, omdat in het eigen dorp geen plek meer is voor een seniorenwoning. Dus woonvisies ten spijt. Kennelijk bouwen wij nog steeds onvoldoende naar de vraag die er is en naar de behoefte die er is. Dus wij zullen veel beter moeten kijken hoe kunnen we dat op orde krijgen. Wat kan, kan het CDA daaraan gaan doen? Nou, goed per dorp kijken wat is nou exact de behoefte. En dat kan in het ene dorp net iets anders zijn dan in het andere dorp. Maatwerk per dorp. En sluit aan bij de behoefte die er is. En ga niet bouwen omdat projectontwikkelaar toevallig iets wil bouwen. Maar ga bouwen de dingen die nodig zijn. Maar we hebben een nieuwe woonvisie nodig dus. Maar dat duurt weer 3 jaar. Ja, we hebben geen visies nodig. We hebben gewoon nodig boerenverstand. Kijken per dorp wat is er nodig. En de inwoners van dorpen weten hartstikke goed wat er in een dorp nodig is. Daar hebben we geen visies voor nodig. Hoor. Maar Ronald, dat is gewoon al gebeurd. Hè? Elk jaar actualiseren we die cijfers. Hè? En dan vragen we ook aan mensen en doen dorpscans. En de woningbouwcorporaties hebben cijfers. En het is bijna statistisch 98% wat we meten. Dat je een keer ondeugend wil zijn en dat je een andere ambitie hebt, dat is prima. Maar gaan we niet zeggen dat we niet weten wat we moeten bouwen. Want dat is echt flauw. Dan even scherp, hè. Wij horen voortdurend in elk dorp van Altena dat er onvoldoende woningen voor bepaalde groepen zijn. Dus hebben we een probleem en dus moeten we dat oplossen. We hadden van de week hadden wij het bestemmingsplan Genderen. Ja, dan zoeken we al een hele tijd waar we woningen kunnen bouwen. En toen bleek dat er al 19 jaar een zoekgebied is waar nog nooit een woning is gebouwd. Wat gewoon had gekund. Hè. Dus de urgentie omschrijf ik dat daar woningen bij moeten komen. En ook voor jongeren en ouderen. Maar kennelijk, ondanks dat het plan logisch zou kunnen, gebeurt het niet. En dan, ja, dus kennelijk is die behoefte dan niet zodanig dat dat in de markt opgepakt kan worden. En dan ben ik benieuwd wat CDA dat dan, hoe dat dan wel gaat doen.
Nog even een korte reactie van CDA eerst en dan gaan we naar Danny Bolten van JVD. Nou, je oor te luisteren liggen in het dorp. Als ik in Andel spreek met mensen, dan zie ik mensen vertrekken naar Nieuwendijk omdat ze in Andel niet aan de bak kunnen voor een kleine seniorenwoning. Dus is er wel een probleem aan de hand? Ja, dat bevordert wel de diversiteit natuurlijk. De verbinding in Altena, dit soort... Ja? De kosten gaan voor de baat. Als we eerst het OZB naar beneden zouden brengen en dat koppelen aan het energielabel van het huis, dan zou een hele stap verder zijn. Dan zou je mensen, want we willen allemaal dat de burgers gemotiveerd worden om dingen te gaan doen die wij eigenlijk met z'n allen willen. Dus als we de OZB gaan verlagen door het koppelen aan het energielabel van het huis, dan wordt het en betaalbaarder, dan kunnen meer mensen kunnen doen. En we hebben 2 vliegen in 1 klap. Tot zover. Dus moet je combineren. VVD, Pim Bouwman? Ja, dat is op zich een aardig idee, hè? En mensen belonen voor duurzaamheid. Alleen, daar komen nog geen huizen meer uit de grond. Het probleem is niet dat mensen niet willen bouwen. Mensen willen wel bouwen. Maar op een of andere manier krijgen we het niet voor elkaar. En de wens is al lang in beeld. En dat is het trieste. We weten wat mensen willen. Maar op een of andere manier hebben we het niet georganiseerd gekregen om die huizen daadwerkelijk uit de grond te krijgen. En wat gaat de VVD daaraan doen? De VVD gaat gewoon uitvoeren. De wens is bekend. We hoeven alleen nog maar te bouwen wat we weten dat mensen willen. Dat is het enige wat we hoeven te doen. We weten al wat er gebouwd wordt. Wat er gebouwd moet worden. Eigenlijk wel. Ja, Roland van Vught schudt nee. Ja, maar nog steeds. Kijk, als ik een ander kijk, bijvoorbeeld, hè, dat is een voorbeeld. Er is behoefte aan kleine woningen met een klein tuintje. Nou, ze worden niet gebouwd. Dus kunnen we niet voldoen aan die vraag. En daarom zijn mensen gedwongen om naar een ander dorp te vertrekken. En dat is heel triest. Want dat zijn mensen die dan ook hun sociale verbanden kwijt zijn en opnieuw moeten starten. Dus wij moeten zorgen dat in elk dorp van Altena er ruimte is om te kunnen bouwen voor de behoefte die er is. Oké. Duidelijk. Ja? Ja, wat mij betreft ook, Piet. Laten we dit onderwerp afronden en we gaan over naar, naar de slotstelling. Ja? Dan kun je het publiek mee in, of niet? Of, ja. Ik mag het even aan de lijsttrekker zeggen. Misschien wel. De stelling die we gaan behandelen is: wat gaan we doen om de samenhang tussen de 21 dorpen te vergroten? Dat is de stelling. Met name op straat hoor je toch wel van als Aalburg maar Aalburg blijft, als Woudrichem maar Woudrichem blijft en als Werkendam maar Werkendam blijft. Dus wat gaan we doen om de samenhang tussen 21 dorpen van Altena te vergroten? Paula Jorisma. Nou ja, ik kom uit Friesland en heb je de Elfstedentocht. Ik zou hier toch wel een 21 dorpentocht willen organiseren. Maar goed, daar zijn we er natuurlijk niet mee. Wat het mooie is aan die 21 dorpen, er verandert natuurlijk niks als we één gemeente worden aan die dorp zelf. Want die dorpen zijn uniek op zichzelf. Hè? Jouw café in Genderen, dat blijft hetzelfde. Het café in Woerkum, de sportvereniging in Werkendam. Ik denk dat heel veel vrees daarvoor door één gemeente, dat denk ik allemaal wel wat meevalt. Maar waar we het volgens mij heel veel over hebben, is dat we in gesprek moeten zijn met de dorpen. En of je dat nou aan tafel doet of langs het sportveld, dat maakt niet uit. Maar dat is volgens mij onze belangrijkste opdracht als raadsleden en als bestuurders in de nieuwe gemeente, in gesprek. Hoe krijg je samenhang, Wijnand van Doorn? Ja, ik onderschrijf wat Paulus zegt, dat we niet krampachtig moeten zijn. Als ik van de week met een aantal ondernemers praat, die komen uit alle drie de winststreek of vier. En die hebben gewoon een gezamenlijk doel en die werken samen. Dat zie ik in cultuur, dat zie ik in de buurt, dat zie ik bij de brandweer. Dus alsjeblieft, gaan we niet krampachtig die kern proberen te harmoniseren. Laat ze lekker het eigen karakter houden. En werk samen waar dat kan en waar die energie is. En dan hoef je daar volgens mij als gemeente moet je daar zo min mogelijk mee bemoeien. Oké, Philip Daan. Ja, ik ken natuurlijk vooraf ook de verhalen, hè, want die worden hier dan verteld. Van ja, een Aalburger gaat nooit meer naar Werkendammer en andersom. Want dat was vroeger met voetbal al zo, dat merkte ik toen ook. Maar ik ga je vertellen, de kinderen gaan al bij elkaar op school. Dat zie je bij fusie, bij voetbalverenigingen gebeuren. In het begin kan het allemaal niet en uiteindelijk als je 2 jaar verder bent, dan lukt het wel. Ik denk dat we onszelf deze tijd moeten gunnen. En niet, jij noemt het krampachtig, ik noem het forceren of misschien andersom. Want die samenhang die komt er heus wel. Uiteindelijk. Maar laten we dat niet vanaf 1 januari gaan forceren. En laten we daar onszelf ook gewoon de tijd voor geven. Maar dat gaat ook echt wel lukken. Geef de microfoon inderdaad even aan Roland van Vught, CDA. Ja, dankjewel. Kijk, die samenhang in Altena die is er al lang. Die was er ook al. Alleen de gemeente heeft er lang over gedaan om ook een beetje samenhang te krijgen. En die komt ook tussen er de dorpen? Nou, tussen de. Ik denk dat wij als gemeente zouden moeten streven om elk dorp te laten floreren. En het speelt zich voornamelijk in de dorpen af. En de samenhang tussen de dorpen die is er, omdat inwoners die kruisen door heel Altena heen. Er zijn ook diverse verenigingen op Altena niveau georganiseerd. Dus mensen ontmoeten elkaar op diverse plekken in Altena. En dat is ook mooi. Dus die samenhang is er. En wij moeten als overheid zorgen dat we niet te veel in de weg lopen. Er is al voldoende samenhang? Ja, ik denk inderdaad dat maatwerk
veel belangrijker is dan het creëren van samenhang. Samenhang groeit vanzelf. En we moeten vooral zorgen dat we de manier waarop we naar de dorpen toetreden als gemeente overlaten aan het dorp zelf. We hebben in Aalburg hebben goede ervaring met dorpsraden, maar die zijn in 6 van de 7 dorpen. 1 dorp niet, want die willen niet aan. Dat moet je ook respecteren. Je moet die dorpen zelf laten bepalen van hoe willen ze zich organiseren en hoe willen ze met de gemeente samenwerken. Ja, dus er zullen verschillen blijven staan tussen iemand die uit Eten komt en uit Werkendam. Ja, gelukkig wel, want die hebben ieder hun eigen verhaal. Dat is hartstikke mooi. En inderdaad, heel veel verenigingen, en zoals de bibliotheek net genoemd, die gingen ons al inderdaad al lang voor. En vooral loslaten, de initiatieven die er zijn, koesteren en waar nodig stimuleren met participatiepot, of hoe je het ook wil noemen. In ieder programma wordt er wel iets over gezegd. Wij noemen het participatiepot. Zodat ze kunnen bloeien. Ja, Jezus leeft, Danny Bolten. Ja, nou ja, wij zijn er dus geen voorstanders van. En waarvan komt niet, even voor de duidelijkheid? We zijn geen voorstanders van Groot Altena, dat 1. Maar die keuze is gemaakt. Die keuze is gemaakt, maar het gaat er wel om hoe gaan we dan leefbaar houden. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is hartstikke leuk. Verenigingen, die hebben een bepaald belang. Ondernemers hebben een bepaald belang, daarom zoeken ze elkaar op. Maar de dorpen, persoonlijk, de mensen, die hebben dat niet. Die hebben dat belang, hebben ze niet. Behalve als je vrienden hebt in een andere gemeente, maar anders is je dorp, is je dorp. En als het groter maakt, maak je het onbemind. Dus dat betekent hoe groter wij worden, hoe minder wij werkelijk weten wat er ergens anders leeft. En dat vind ik het nadeel van groter worden. Je weet beter wat je met je buurman aan de hand is dan met iemand de straat verderop. Dus laten we staan als we een paar dorpen verderop gaan kijken. We moeten vooral met elkaar gaan praten. Paula Joris, maar nog even. Volgens mij is er veel meer wat ons als mensen bindt dan wat ons scheidt. Dus als je gaat letten op de verschillen, ja, dan is het heel lastig. Maar als je let op de overeenkomsten, dan heb ik daar alle hoop in dat het helemaal goed gaat komen in het nieuwe Altena. Slotwoord, wie op deze stelling? Doen. Doen. Wat doen? Doen. Dus die zijn niet gaan specificeren. Dat is een VVD-stelling, ja, is dat? Van Pim Bouwman, doen. Maar hij wil ook dingen niet doen, Pim Bouwman. Nee, dus ja, precies, ik vraag me af. Dit moet je doen, dus niet te veel. Dit moet je doen. Dit niet te veel nadenken om die druk te leggen op die samenhang. Nee. Wij hebben de eigenheid van de kernen, die hebben we nodig. Dat moet je zo laten en dat komt vanzelf. Deze tijd komt dan naar boven. Oké, nou, het laatste woord. Nou, wij hebben in de afgelopen periode, toen we al die dorpen langs gingen, gemerkt dat mensen ook gewoon trots zijn op wat er in Altena is. En ook trots zijn op hun eigen dorp. En laten we die trots koesteren en daar kunnen we iets fantastisch van maken. Oké. Er komen op social media tal van reacties binnen die we niet meer allemaal kunnen behandelen. Toch nog eentje, Arno Bouwman, die twittert: het zinnetje laaghangend fruit plukken, dat komt wel erg veel langs. Nou ja, goed. Dat gezegd hebbende. Ja, hier laten we het bij voor vanavond. Het is bijna 10 uur. Alle lijsttrekkers wil ik hartelijk bedanken. Dat zijn Philip de Haan van Altena Lokaal. Paula Joritsma van Progressief Altena. Roland van Vugt van het CDA. Wijnand van der Hoeven van ChristenUnie. Pim Bouwman, VVD. En Danny Bolten van Jezus Leeft. Geef ze een applaus, wat mij betreft. En er komt een bosje bloemen voor jullie naar binnen om jullie te bedanken voor jullie bijdrage. Ja, nog 14 dagen en dan mag u naar de stembus. Wij hopen dat dit lijsttrekkersdebat u heeft geholpen om uw stem straks te kunnen maken. De lijsttrekkers die zullen zich tot aan de verkiezingen voorstellen op Altena TV. Dat doen ze iedere dag in een mini-portret. En die kunt u morgenochtend vanaf 10 uur zien op Altena TV en alle social media kanalen. Uiteraard zullen we u op de verkiezingsdag zelf, 21 november, op de hoogte houden van alle ins en outs. De opkomst en natuurlijk de uitslag. En aan u de schone taak om naar de stembus te gaan stemmen. Maak gebruik van uw stemrecht. 5 minuutjes vrijmaken op 21 november om naar de stembus te gaan. Ik bedank Piet, die staat al lekker te praten. Het was me een waar genoegen deze avond om voor u te presenteren. Ik zeg tot kijk en een goede avond.